de hand. Oh man, we zijn live. We hebben nou al. Ja, yes hoor. Het mocht even. Je hebt in de file gestaan. Maar dankjewel dat je er bent. Dion Staring, the Beast from the East. Yo. Oftewel, Dion the Soldier Staring. Ah, dankjewel dat je er bent, eindelijk. Ik zou het maar gelijk vragen, hoe is het met je? Mensen denken, wat heeft die jongen nou een blauw oog? Maar... Ja, nee, naar omstandigheden gaat het goed. Oogjes bijna weggetrokken. En donderdag moet ik naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. doorverwijzing naar de orthopeed. En dan hoor ik wat ik precies heb aan mijn knie. En dan, even afwachten tot donderdag. Ja, voor de mensen die echt toevallig nu op dit kanaal klikken en die jou niet kennen. Jij bent professioneel MMA-vechter en je hebt vorig weekend je laatste partij gevochten. Ik was erbij. Maar we hebben iets voor jou klaarstaan, zodat de mensen eigenlijk gelijk weten wie je bent. Kijk, normaal als mensen komen, doen wij een... als er genoeg van te vinden is op het internet, maken we een introfilmpje. Ja. Kort, 30, 45 seconden. Maar gezien onze... Gezien jouw... Ja, gaat hij erin? Gezien jouw... prestaties en mijn verleden met jou, we kennen jou wat langer en ik vind dat het leuk als ik tributes vind van vechters op het YouTube en nu is er een tribute voor jou te vinden. Oh, mooi. Roll that shit. Oh, fuck. FFC.
Dat ben jij, man. The Beast from the East, the Soldier. Ja, gaaf. Mooi ja? Te zien. Ja, dat mijn neefje, Robin, Robin die... Ja, die maakt dat fantastisch. Ja, mooi man. Ja. Nou, blij dat je er mooi van... Ja, die staan al gewoon op... die kunnen we... Stil van. Ja, ah, mooi, dank je. Ja. Wij waren stil voor jou. Als je dat soort dingen ziet, dan maak jij de mensen ook stil. Letterlijk en figuurlijk. Dus, ja, toch? Ja. Hoe ben jij... wij kennen elkaar van Defensie. Wij zaten bij Luchtmobiel. Luchtmobiele Brigade. Rode Beretten. Alpha Koninkopie, 11e Brigade. Jij komt ook uit Arnhem. Ja. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Dat waren echt geweldige, gruwelijke tijden. Ik wist dat jij toen al vechtte, maar daarvoor, kun je mij eens vertellen hoe dat... Want ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed of jij van kleins af aan bent begonnen, wanneer dat bij jou is begonnen. Nee, later pas. Speak up. Nee, ik ben vroeger opgegroeid met voetbal, als voetballer zijn. Ik ben altijd keeper geweest. Ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan werken en gestopt met voetballen. Op de zaterdagmiddag dan een beetje bijklussen. Zo ben ik op een gegeven moment toch langzaam weer wat willen doen. Ben ik gaan fitnessen en daar kwam een nieuwe sport. Begon daar, ik was toen een jaar of 16, 17, laat pas, echt laat. Ik wou altijd wel eerder kickboksen, maar dat vond mijn moeder niet zo leuk. Dus dat kwam er eigenlijk nooit. En dan begon ik met die nieuwe sport die daar kwam. En eigenlijk was dat een soort karate met judo. Een paar klemmetjes. Het was helemaal niet zo'n grote sport. Maar gewoon, het had een beetje de basis van het free fight. En op het moment dat ik... Hoe heette dat? Het heette Taijutsu. Taijutsu? Taijutsu. Okay. Het was een beetje... ja, een soort ninja-jutsu-achtig iets. Oké. Okay. Maar toen begon in Nederland het free fighten begon populair te worden. En wij gingen steeds meer naar die reglementen van het free fighten toetrainen. Dus we gingen wat meer op de grond met klemmen, wat doorstoten op de grond. Staande werd minder karate, maar meer het kickboksen. En zo evolueerden wij eigenlijk mee in de sport. En zo zijn er ook wedstrijdjes begonnen. Ja, dat ging van de een naar de ander. Zo ben ik eigenlijk ingerold. Ik word een beetje afgeleid, want ik hoor iets. En waar is dat? Ik weet niet wat je hoort. Hoor je? Hier buiten geloof ik. Kun jij even kijken, Robin? Dus eigenlijk al in de vroege fase van het free fighten. Dus ja. Waar je veel meer bij mag doen. Ja, vooral het doorslaan naar de grond was een heel verschil. Een hele, wat nu bekend is als het ground. Ground and pounden, ja. Wanneer, dus, oh ja, 17 zag je brompers laden in verband met, 17, omdat 18, je moeder vond het niet zo fijn. En toen begon ik te fitnessen en toen woonde ik op mezelf, dus ja, toen kon ze al weinig van zeggen. Hè. Toch aan trainen, ja. Kort daarna ben ik toen bij Defensie terechtgekomen. En toen begon er alleen maar steeds meer. Daar ga je mij te makkelijk overheen. Ik krijg het een beetje warm. Ik doe even mijn headset af. Ik ga even zonder headset proberen. hoe heet het? Daar kom je niet zo gemakkelijk onderuit. Niet eraan. Oh ja, wacht. Hoe heet het? Daar kom je niet zo gemakkelijk even onderuit. Want toen ik ben ook voor bepaalde redenen natuurlijk de Defensie ingegaan. Maar ik snapte er gewoon allemaal gereed van. Dus ik denk, ja, ga maar wat doen. Nee, maar jij zegt van het ene andere moment ga ik Defensie in. Ja, ja dat moet. Plan, moet. Ik had je niks te doen? Wat is? Nee, had je een goede dag? Had je een slechte dag? Hele slechte dag. Ja, Dion, kom op. Nee, ja, ik had. Ik deed een school met. Tot opleiding tot verpleegkundige. En dat voelde ik mij niet fijn. Weet je wel, ik wou er eigenlijk mee stoppen. Ik wou wat anders doen. Het moment dat ik eigenlijk toen aan het zoeken was. Ik heb toen wat andere baantjes erbij gedaan. Maar ik wist eigenlijk niet wat. En ik begon het stukje vechten begon ik wel leuk te vinden. En ik ben toen al zoekende een keer terechtgekomen bij een
bij de Landmachtdag of bij iets van Luchtmobiel, ik weet niet meer precies wat het was. En daar kon ik ook blijven trainen. Dus eigenlijk dacht ik van, ja, weet je, kan ik en blijven trainen. En kan ik toch een beetje het vechten erbij doen, wat ik wel heel leuk begon te vinden. Dus ik denk, ja, waarom niet, weet je wel. Ik heb sowieso, wat heb ik te verliezen? En zo ben ik er eigenlijk ingekomen. Ja, zo ben ik gaan kijken bij Defensie. En zo ben ik begonnen aan mijn avontuur bij Defensie. Maar was op dat moment nog niet dat iemand in de school tegen jou zei van, hey Dion, dit kan jij goed? Misschien, Nee, dat was toen niet. Nou, ik had wel, ik had toen één partijtje gedaan. Dat was mijn allereerste partijtje en dat was nog op een mat. En dan moesten we een kickboxbroekje aan en een judo pak, of de gi, tegen daarna. En zo bleef het nog een beetje in een vorm van karate-achtig. En mijn eerste ronde werd ik gedisqualificeerd omdat ik een knock-out sloeg. Je mocht niet naar het hoofd slaan, alleen met open handen, dat was het toen. En ik wou hem op zijn lichaam slaan, maar hij bukte, maar ik sloeg hem vol op zijn oog. Dus hij was meteen, oké. Dat was de eerste en die sportschool was een beetje daar gepikeerd, want ja, weet je wel, dat was niet netjes en ja, ik deed niet mijn opzet. Toen was het gelijk de beast. Maar toen werden dat die kanten en toen hadden ze een grote gast gehaald van, ja, die zou mij wel even morsjes leren, maar die versloeg ik ook. En in dat toernooi daar kreeg ik een beker voor meest talentvolle vechter of toekomend talent of zoiets, ik kreeg een grote beker, dus ik dacht, blijkbaar zou ik wel ergens goed zijn. Dus ik bleef trainen en twee of drie wedstrijdjes na was er een amateur kampioenschap en die won ik ook. Dus ik werd ook nog amateur kampioen, dus binnen een jaar was ik eigenlijk van... Er liep meer iemand tegen je vuist dan. Ja. Nee, maar we zijn eigenlijk van no time, van niks eigenlijk, in één keer... Na een paar amateurpartijtjes, dus ik dacht, ik zal ergens er wel goed in zijn. Nou, en van die amateurpartijtjes ben ik een keer gevraagd om in een ring te knokken. Ja, dan won ik ook en dat won ik ook. En zo ging het steeds meer. Ja, en ja, dan blijk je toch wel goed te zijn. En dan, ja, dan wordt het alleen maar motiverend om door te blijven trainen. En maar nog was je dus dan op zoek naar een job. Dus dat het talent was er al. Nu moesten we nog geld gaan verdienen? Of zat je daar nog even mee? Wat gaan laat ik maar naar Defensie gaan. Ja, sorry, nou, wat ik zeg, ik mocht daar dan blijven trainen. Je bent zelf in de opleiding, weet je wel. Je moet daar verplicht fitnessen, je moet hardlopen, je moet je shitten. Dus ja, je weet je wel, je bleef wel gezond bezig. En ik dacht, ik had een paar keer gewerkt als verhuizen en in de bouw mee. En weet je wel, dat was van 's ochtends tot 's avonds. Nou ja, dan deed je 's avonds ook niet veel meer. Ik dacht, ja, dit gaan we ook niet worden. Dus ja, ik denk, wat heb ik te verliezen bij Defensie? Sowieso, wie weet kan ik op uitzending, wie weet kan ik... Ja, je kent allemaal mooie verhaaltjes. Ja, daar komen we straks zeker op onze verhaaltjes. Maar we hebben wel wat dingen gedaan. Zo trap je er eigenlijk in. Hè? En dan, op een moment zit je vast bij Defensie. Ja, dus deels omdat je dus ook kon trainen. En ergens vond je de uitdaging ook wel leuk, zoals zoveel, hè. Ja, ik zat toen al een tijdje bij Defensie, want ik weet nog dat jij binnenkwam. Normaal kwamen altijd jonge jongens binnen, 18, 19, net uit de opleiding. Maar jij was volgens mij toch al iets ouder, in je twintiger. Net 20. En ik weet nog toen jij binnen... Ja, wat mij altijd bijstaat van jou, maar nou heb ik er meer beeld bij, van het trainen. Kijk, bij Defensie moet je ook sporten. Dan heb je dus de sporturen, 6 uurtjes sporten. Mm-hmm. Dan nog het marsen en de dingen erbij. Je bent eigenlijk constant met je lichaam bezig. Ja. Maar jij, en dat is, deze shit, dit is echt waar. Als wij bijvoorbeeld schuilbivak hadden en een oefening een week te velden, dan had je al weinig slaap, misschien 2-3 uurtjes slaap per nacht, pakte jij, en dat vergeet ik nooit meer, pakte jij je fucking veren uit je rugzak, uit je topvakje, die hing je in de bomen zo, dan ging je daarin hangen. Ja. Dus dat iedereen, en ik ging in mijn slaapzak, ik keek zo van... Nou, dat moet je maar mooi zelf doen. Ik pak even een uurtje makkelijk. Maar weet je, dat zegt wat over jou. De wil om te winnen. De bereidheid om iets te willen doen. Ja. En wanneer is het professionele dan van het vechten gekomen? Ten tijde van Defensie. Maar dat komt veel later. Hè? Niet eens zo veel later. Ik ben toen... ik ben toen bij Defensie terechtgekomen. Toen ben ik... Ik moet even weer teruggraven, hoor. Ik ben toen op een gegeven moment ben ik in
een keer bij iemand uitgenodigd om ergens anders te gaan trainen. Mijn oude trainer, ja, die hield er allemaal wat minder op. Die deed een beetje recreatief. Ja, dat was niet helemaal mijn ding. En ik ging een keer ergens trainen. Nou, er was Alice Overheemde toevallig. Nog een paar andere namen. Dus ik dacht, nou oké, ik ga wel even mee. En ja, weet je wel, ik ging daar, ja, ouderwets voor. Weet je wel, ik denk, laat me ook niet kennen daar. Dus ik viel er wel een beetje op. Nou, toen had ik gevraagd van, mag ik een keer daar met jullie daarmee trainen? Dat was in Deventer toen. Ja, ja, kom een keer mee. Dus ik naar Deventer mee getraind. En ja, hij zag eigenlijk best wel dat ik in no time weer lekker mee kon met de jongens. Dat was een iets ander niveau. Iets meer gericht op het MMA toen. Of het free fight, echt MMA. En vooral ook in wedstrijdverband. En de trainingen waren serieuzer. En de aanpak was allemaal serieuzer. En dat trof ik wel. Dus ik moest een amateurpartij draaien om te kijken van, nou, wat is het werkelijk, weet je wel. Nou, die amateurpartij was binnen 2 minuten afgelopen, geloof ik, gewonnen. Ja, en ik kom twee weken later op de training en ik ben weer lekker bezig. En ja, wat doe je volgende week of die week erop of zoiets? Ja, zeg maar, ja, je kan in Bristol een kooigevecht draaien. Tof, oké. Okay. Is als je dan in die tijd over kooigevecht spreekt, hebben we dan over octagon? Ja, ja, okay, echt een octagon, ja. Ja, cagefight, ja. Octagon. Ja, ja, wil je dat doen? Ik denk de WWE nog, ik heb voor je cagefight, weet je? Ik denk, up, elbow, top rope, elbow, nee, octagon shit. Ja, octagon shit, ja. Nee, en ja, waarom niet? Ga dus een reisje naar Engeland. Ja, voor het geld hoef ik niet te doen. Maar ja, weet je wel, je betaalde wel je abonnementsgeld voor trainen. Of je eiwitshakejes kon je ervan betalen. Dus je kreeg misschien 200 gulden of zo. 250 gulden, zo'n bedrag, weet je wel. Dus dat was het niet. Maar ik vond het wel leuk om naar Bristol te gaan. In een mooi hotel werd je daarvoor gesteld. Oh, allemaal kijken. Tigtal mensen die daar stonden te schreeuwen en te joelen. En ja, dan sta je in een kooigevecht. Ja. Succes. Ja. Dus dat, zo is dat een beetje begonnen. En die partij won ik. De vorige keer eentje in Nederland. En toen, kort daarna, moest ik naar Liverpool of Manchester. Een van de twee, ik weet niet meer precies. En daar had ik ook weer een octagon fight, een cage fight. Ja, en dat verdien je, sorry dat ik je onderbreek, verdient dat niks dan daar op zo'n galaatje staan? Nee, toen niet, maar ik praat over 2002, 2003 was dat. 2002 denk ik. Ja, ik was, nee, weet je wel, bij de eerste op de rij. Dus ja, toen was het ook helemaal, volgens mij rond naar de UFC een beetje door te breken aan die kanten. Rond die tijden, dus ja, in Nederland en Engeland, ja, was het wel leuk, maar ja, grof geld was het voor mij toen nog niet te verdienen, dat kwam later pas. Maar op dat moment vond ik het leuk om die sfeer eromheen, om dat te proeven, weet je wel. Je werd ingevlogen naar Engeland, dikste hotel, Hilton, noem maar op, je werd opgehaald, leuk. Ja, waarom niet? Ik vond dat er wel lachen om wat te zien van de wereld. En dan zie je een stukje iets anders van Engeland. Dus dat speelde mij. Eigenlijk, dus je moet nagaan. Je bent met je fucking vechtsport de wereld overgegaan. En met Defensie ben je de wereld overgegaan. Ja, nou, dat valt mee met Defensie. Ja. Van Defensie had ik eigenlijk wel meer verwacht. Maar wie niet? Ja. Nee, ja. Niet zo haat, ik kan je niet haten. Nee, is niet. Defensie heeft mij heel veel moois gebracht. Ja, oh ja, mij ook wel. Maar ik ging onder andere ook voor Defensie. We beginnen naar Zaragoza en we gingen naar dit en naar dat en naar Amerika. Maar ja, als ik dan alles bij elkaar optel, ja, dan heb ik wel wat mooie dingen van de wereld gezien. Maar niet hetgene wat ze allemaal beloofd hebben. En je weet zelf wat we zeiden. Ja, waanzin. Ja. Je gaat pas als je er bent geweest. Want hoe vaak hebben we niet. Je gaat pas als je geland bent in het land zelf. Ja. Ah, ja. En dan moet je elkaar nog even knijpen van: is dit echt? We zijn niet aan het dromen, we zitten er dus echt. Hoe vaak hebben we niet, we gaan hier naartoe. En dan 2 weken later, ja, ga niet door. Nee. Stonden we weer op Arnhem zijde. Ja, precies. Pang, pang. Want munitie was er toen ook al niet. Pinda. Ah, niet normaal. Ja.
Nee, maar niks is slecht over Defensie. Hoor. Ik heb ook echt mooie tijden gehad en hele, hele bijzondere dingen meegemaakt. Ja, want in het filmpje zie je jou wel trainen op de kazerne. Ik zie jou in sportkleding van de sportgroep, volgens mij. Is dat omdat je op dat moment bent toegevoegd aan de sportgroep, dat je tijd krijgt op de... Was jij zo'n sporter met een Defensie sportcontract, zoals Jurie van Gelder? Nee, later wel. Kun je daar wat over vertellen? Want ik begrijp dat allemaal niet. Nou, op een gegeven moment ben ik ik denk dat voor mensen die het niet begrijpen, ik probeer het even. Er is een moment geweest dat topsporters een contract kregen bij Defensie. Als ik het niet goed vertel, moet je met me even zeggen. Nee, dat klopt niet. Ze waren wel militair, maar de prioriteit lag bij het sporten. Ja, maar ze moesten ook wel dienst vervullen. Ja, dat klopt. Ja? En daar kon je dan ook niet onderuit, of daar werd goed rekening mee gehouden. Kun je daar wat over vertellen? Ja, wat eigenlijk op kwam, en vooral de Olympische sporten, je zei zelf, Jurie van Gelder, Peter Mullenberg, die met boksen, Bram Som geloof ik, met hardlopen. Ze zijn er een paar atleten geweest, ze kregen vooral vrijstelling, zodat ze op de belangrijke momenten een vrijstelling kregen om te kunnen trainen. Daarnaast moesten zij wel militaire activiteiten doen. Maar vaak werd dat wat kantoorwerk, wat ontlast, weet je wel. Maar dat ze wel een prioriteit, zoals al aangegeven, zat hem in het sporten. En destel, en eromheen werd een functie gecreëerd voor ze. Ik zag dat altijd meer als... daarom begreep ik het niet zo goed. Kijk, die lui zie ik als posterboy. Leuke reclame voor Defensie. Daarom vroeg ik, had jij dat ook? Maar kijk, want jij werkt voor Defensie. Bij jou was het andersom. Jij werkt al bij Defensie. Jij bent niet binnengehaald als topsporter. Nee, jij was al topsporter bij Defensie. Beetje zoals Mark Huizinga. Kijk, zij deden allemaal Olympisch niveau. Deden zij wat. Zij deden op Olympisch niveau, deden zij wel. Deden ze iets. En mijn free fight en mijn maakcarrière... Ja, dat is niks Olympisch aan, dus zo werd er een beetje wat gecreëerd, waardoor ik wel vrijstellingen kon krijgen. Maar het zat iets anders in elkaar dan een Bram Som bijvoorbeeld, of een Jurie van Gelder, of een van die jongens. Maar ja, Jurie paste natuurlijk prima bij Defensie. Die kon zich wel een avondje van maken in Duitsland, Hamburg op de Reeperbaan, of niet? Zoals wij. Oh man, ik heb een keer met... ik vertel dat gewoon. Want het interesseert me geen kut, je bent toch gestopt. Of vecht je nog een partij? In Nederland ben je... Dit was echt je laatste partij? Ja, in Nederland was... Als iemand met een envelopje aankomt, die jongen... niet zo'n envelopje, Jurie, ja? Gewoon een envelopje met geld? Nee, ik heb gezegd dat ik ga mijn laatste partij in Nederland worden. En daar sta ik ook nog steeds achter. Alleen ik heb altijd gezegd van ik zou nou wel mijn carrière ook in het buitenland willen afsluiten. Want ik heb van mijn partijen heb ik ook zeker de helft in het buitenland gevochten. Misschien wel meer. En het buitenland heeft wel een bepaalde sfeer. Dat sowieso. Ambiance. Dat vond ik echt mooi. En vooral in Rusland. Super. De Balkan waar ik een aantal keren heb gestaan. Ja. Dat is zo gaaf. Daar leeft het ook zo anders, weet je wel. Dus ik heb altijd nog wel een keer daarheen willen gaan om... Tenminste, dat zit nog steeds in me. Maar ja, ik moet niet op de feiten vooruit lopen. Want ik heb donderdag een MRI-scan. Kijk, ik heb nu 2 partijen verloren omdat mijn knie eruit klapt. En ja, dat is gewoon heel zuur. En dat maak je eigenlijk wel... Ja, dan hoor ik eigenlijk niet meer in de ring te staan. Maar wat nou als ik dadelijk een derde keer dat gebeurt? Ga ik 3 keer verliezen omdat mijn knie eruit klapt? Bovendien... Ik heb nu ook een sportschool en daar moet ik ook zijn. En ik kan niet iedere keer zeggen van, ik kom deze week niet. Want mijn knie ligt er weer uit. Dus ja, dat zijn wel keuzes die je moet maken. En ja, misschien is het geen eigen bewuste keuze, maar is het nu een beetje een gedwongen keuze. Ja, en sowieso een gedwongen keuze is altijd rot. Want het vechtershart blijft denk ik altijd kloppen. En kijk, de mensen hebben het niet gezien, maar wij hebben het hier wel gezien. Want ik doe het niet alleen, hè. Er zitten nog meer mensen hier op de podcast. Dion ziet dat nu. Maar wij zien jou binnenkomen met een brace. Hè? En met ik zeg nog, dikke, stel je niet aan, weet je. Wat is dat? Zeg de nitwit tegen de... nee, maar... het zag er niet best uit. En ik was ook bij je partij. Ja. En ik schrok. Dat was voor het eerst in mijn leven dat ik... wilde schreeuwen naar een scheidsrechter van... Ey!
zou je niet eens ingrijpen of zo? Ja. Maar ja, dat, ik wist niet wat er precies goed aan de hand was. Dus ik had toen nog niet gezien dat je door je knie was gegaan. Nee. Want je werd daarna weggedragen. Echt, je moest echt ondersteund worden. Ja. Dus misschien dat het er erger uitzag dan dat het was qua zeg maar het vechten. Je knie bedoel ik dan niet, maar je moet nagaan. Jij ligt op de grond, je beschermt je. En... Ja, kijk, wat het probleem is, en dat ze daardoor wist, daar mijn hoek bijvoorbeeld, die kent me zo goed, die heeft zo met me getraind. Die wist meteen dat er wat aan de hand was. Mm. Op het moment dat ik neerval, doe ik eigenlijk niks meer. Het enige wat ik ook denk, fucking, mijn knie ligt eruit. En ik krijg een paar stompen op. Want je ging niet neer door een stoot of wat dan ook? Nee, ik verdraaide gewoon mijn knie. En dus nadat ik uitgeleid of iets, ik heb gewoon, er zit niks meer onder mijn voeten. Het spaghettibeen, je pats, ik ga neer. En ik lig op dat moment op de grond. En één wat ik denk is mijn knie. Terwijl hij op mijn hoofd zat te stompen, dacht ik nog van, kut, mijn knie is zeer. En normaal zou je in zo'n positie, zou je bijvoorbeeld bijdraaien, opstaan, defensief jezelf verdedigen. Ja, weet je, en dan kreeg je veel meer doorknokken. Maar dat deed ik allemaal niet. Dus mijn hoek zag al meteen van, ja, er is wat mis. En zeker als je de banden terugkijkt, ja, ik heb teruggezien. Terugziet. Nou, ja, je ziet me echt, mijn knie er gewoon... Klapt eruit. Klapt er gewoon zwaar uit. Dus ja, dat was echt... Ik hoorde het ook echt. En ik heb later ook met zijn trainer gesproken. Ja, die zat er een meter of twee naast. Ik weet niet of misschien dat jij dus eens kunt zoeken. Maar, hoe heet het? Ja, je ziet het. Je kunt het duidelijk zien. Nee, zijn trainer zijn zelf van... Ja, ik hoorde gewoon knak. Het was gewoon echt... Ja. Een stok door midden brak. Zo, tak. En dat was... Wat ik dan mooi vind, daar wil ik dan wel nog even over hebben. Want ik heb dat deel gemist. Ik heb tegen jou gezegd, ik moet ook snel terug naar Limburg. Mm-hmm. Viel trouwens nog mee. Ik was er in anderhalf uur thuis. Hey. In anderhalf uur was ik thuis. Mm-hmm. En, maar jij bent daarna wel nog naar de ring gekomen. Ja. Heb je een speech gehouden, die zag ik later terug. Mm-hmm. En ik heb dat een beetje allemaal niet meegekregen. Maar wie is Andy? Ik zat achterin met mijn knie omhoog en ik had goed veel pijn. En ik wist natuurlijk dat dit mijn laatste partij zou worden. Dat zo zou aflopen was heel zuur. Maar ik had wel zoiets van, ik moet wel even bedankt zeggen naar een aantal mensen. En waaronder zeker de fans die er altijd zijn geweest, de sponsors, noem allemaal maar op. Zoveel mensen die me door de jaren heen hebben gesteund en alles. En daarbij moest ik ook twee mensen zeker bedanken die er niet bij waren. Mike Passanier, waarvan ik ontzettend veel heb geleerd. En die heeft me echt wel wijze dingen bijgebracht. Ik heb nog steeds veel contact met hem door de situatie met mijn gym. Ben ik ook niet meer in staat geweest om bij Mike te kunnen trainen. Maar ik heb er altijd met plezier ben ik heen gereden naar Oostzaan. Ik heb zoveel van die man geleerd. Ook een manier van vechten, manier van staan. Ja, hij is de beste trainer, hij heeft dan een boek uit, ik beaam het klopt, helemaal, ja. Super, lees het boek ook, echt goed, super leuk. Maar eens even op, dit is jouw speech. Dit is mijn speech, ja. Moet eens kijken, ja. Laat maar horen, zet maar je headset op. We gaan ons opmaken, Arden, voor ronde 1. Die trap, hè, Dion, die hoorde je door de hele zaal, hè. Ja, dat hoorde je gewoon en zijn teen was ook gebroken. Nu ga je jouw knie dadelijk eruit, geloof ik. Ja, je zet tegen de kooi staan jullie geloof ik. Denk tijd! Dat is een grote vang, man. Ja, ik zou met de vier in de toer. Jezus. Daar, hoep. Zag je? Dag.
Weet je wat de scheidsrechter is? Verdedig je meer, je verdedig je volgens mij. Ja, ziet gelijk, ja. Hij ziet het. Kan jij dat terugkijken? Ik kan sommige dingen van mijzelf lastig terugkijken. De eerste dag niet, nee, maar ja, dan zie je het wel een keer. Oh, sorry. Daar heeft die Hollander wel een heel mooi stuk van gemaakt. Ja. Ik heb Gelderlander doet volgens mij sowieso door de jaren heen best wel veel met jou. Ja, want ik zie jou. Ja, ik heb heel leuk contact met Bram van Zundert. Die maakt die reportages en die benadert mij. En heeft hij echt heel mooi gedaan. Ik heb hem ook daarvoor bedanken even. Want dat vond ik echt wel tof van hem. Ja, en als je dat stukje ziet. Zoek eens Mike past er niet op. Dan, Mike past er niet. Boek. Is dat net een en die, boek, nee, maar dat kun je in een hele korte tijd eigenlijk de avond in 2 minuten, 3 minuten weergeven inderdaad. Ja. Daar kwam die speech dan waar je over had. En om je vraag te beantwoorden, ja, en die was er ook niet bij. En die is er ook niet bij geweest. En die is mijn worsteltrainer altijd geweest. En hij en Martijn de Jong, ja, ze hebben ons zo groot gemaakt. We hebben altijd daar getraind en die heeft altijd bij mijn hoeken staan, altijd gesupport. Ja, noem allemaal maar op, maar een paar jaar geleden heeft Annie een einde aan zijn leven gemaakt. Ja, dat was wel een hele heftige tijd. En, een van de dingen wat ik voor mijzelf kon doen eigenlijk is altijd Andy blijven eren. En ik heb altijd Andy's naam op mijn broekje getraind, weet je wel. Hij was toch... Okay. Een part of the bij, weet ik. Ik heb zoveel van die man ook geleerd. En vooral qua worstelen, qua sterk zijn, niet opgeven, doorgeven, weet je, doorzetten. Dat heb ik eigenlijk wel grotendeels van Andy, aan Andy te danken. Ja. En nogmaals, ja, hij stond ook al een hoek. En toen was er ook een tijd van hij stopte, of hij was er niet meer. En ga ik nou stoppen of ga ik nou door, weet je wel? Want ja, net wat jij zegt met je podcast, dus ze zien jou zitten, maar wat erachter gebeurt, die jongens heb je ook nodig. En dat was voor mij, was dat met Andy, iemand die altijd achter jou, jouw tools aangeeft, jou eigenlijk jouw dingetje laat doen. Die is er dan niet meer. Ja, dat is dan best wel lastig om dat te doen. Maar ik had wel besloten om toch nog door te knokken. En ja, een van de dingen was dan, ik loop met Andy. En omdat dit mijn laatste gevecht was, dacht ik van, weet je, Andy komt gewoon groot op mijn shirt. En ik noem hem ook gewoon in mijn afscheid, want hij is er niet bij. En dat is heel jammer. Ja. Je hebt hem ook genoemd in je speech. Ja. En je werd ook... emotioneel. Ja, zeker. En je merkt het ook nou als je het als je erover praat dat jou dat het je raakt. Dat is mooi, man. Die koffie is ook van Defensie of zo. Zo, deze. Had je, maar jij proef je het ook? Zo, het is een goede koffie. Weet je wat? Weet je, dit is het teken van mijn neefje. Jongens, word eens wakker. Weet je, wat is dit? Ja. Ja, goed. Maar wat jij zegt, het lepeltje kan zo erin rechtop staan, denk ik. Als deze koffie krijgen, wisten we dat een avondje door moesten stekken. Dan werd geen slaap. Dit is koffie, die pak je voor de nachtwacht. Die pak je als je nachtwacht hebt. Oh. Bij Defensie. Oh, man. Nee, maar wat je zei, je hebt die mensen achter je nodig. Ja, de mensen bij Defensie die jou rugdekking geven. Die jou de munitie geven. En jij bent degene die de trekker overhaalt. En dat is hier eigenlijk... Ja, je ziet het ook op de podcast ook. Ik maak dat filmpje niet voor jou, weet je. Dat doet mijn neefje. Ik heb het makkelijk. Dus, ik praat. Ik hoef alleen maar mezelf te zijn. Ja, inderdaad. Man. Die jongens eromheen met, in jouw geval, met camera, met geluid, met noem allemaal op. Ja, je hebt ze nodig. Zij hebben jou de tools aan, waardoor jij het kan maken. En voor mij was dat Andy onderhand. Hij had me heel veel tools, maar... je moet zo worstelen, je moet zo verdedigen, je moet zo dit doen, ja. En als die er dan een keer niet is, want ja, je zag net ook in het filmpje wat Robin heeft gemaakt, was een heel klein stukje dat ik in mijn hoek loop en één iemand geeft me drinken en iemand anders legt ijs in mijn nek. Weet je, die kleine dingetjes, we vechten 5 minuten, we hebben 1 minuut rust, we vechten 5 minuten, we hebben weer 1 minuut rust en we moeten weer 5 minuten vechten, kunnen vechten. Soms is het minder lang, maar
is een minuut moet je herstellen. En ja, met een beetje ijs in je nek, met water krijgen, met tips en tools. Ja, dat is het enige wat je eigenlijk wil in zo'n ronde. Dus ja, dan heb je die zo'n team wat met elkaar in, of ingespeeld is. Mm. Ja, dat is goud waard. Dat is goud waard. Nou is, Ja, dat is vooral die rechte foto die je daar ziet. Dat is wel een hele mooie foto. Dat is eigenlijk het team van de laatste paar jaren. Die dikke Turk, ik kan maar zeggen, dat is Hummer. daar heb ik veel mee gespart en veel mee gewerkt. En ik sta eigenlijk tussen Tom Derksen en Stuart in. Mm-hmm. En zij doen het langs eigenlijk mijn begeleiders. Zij waren er ook bij toen ik in Kroatië de titel binnenhaalde. FFC, ja? De FFC-titel, ja. Heb ik toen met hij. Dus die waren er altijd. Ja, en Stuart, die loopt al zo lang bij me. Hij heeft toen ook, wat je zei, met Andy vroeger aan mijn zijde gestaan. Hij is er al bij vanaf 2003, 2004. Hij heeft echt alle hoogte en zeker alle dieptepunten meegemaakt. Dus dat is... Je zegt hoogtepunten en dieptepunten. Wat is een hoogtepunt? Wat zie jij... Ja, de titel lijkt me uiteraard, maar ik zag net ook een foto voorbij komen. Je hebt tegen DC gevochten, tegen fucking Daniel Cormier, MMA-legende. Dat was toen nog, denk ik, voor Strikeforce. Ja. Daar ben je in gevolgd door door Paul Haanse. Ja, klopt, ja. Die kwam fucking mooi in Limburg eruit. Paul Haanse. En, sorry, Paul. En we hebben ook beelden van Paul gebruikt in het filmpje. Ja. Dus we gaan Paul zeker even vernoemen ook bij de dingen. Ja. Nee, dat is heel... Hoogtepunt. Ja, dat was zeker een hoogtepunt tegen Daniel Cormier. Voor de mensen die hem niet kennen, hij is nu geen kampioen meer, maar was de heavyweight kampioen van de UFC. Toch in de hoogste haalbare divisie. Wat die fotomaster bij tegen Dion, tegen Cormier, dat is in 2013 denk ik. 2013, ja. Je zou toen opgaan voor bij de Black Zillions, zou je dan kunnen gaan trainen? Ik wou trainen bij de Black Zillions in Miami. Die wonen zitten in... Florida, zeggen eigenlijk wel. Ja, kom, die jongens vinden dat wel. Dat komt wel goed. En zei ik zou toen een partij vechten bij Strikeforce en dat was gecanceld. Wat nu Bellator is, hè? Strikeforce is toch? Ja, nee, want Bellator bestond al. Alleen de organisatie, de CEO van Strikeforce is naar Bellator gegaan en heeft Bellator een boost gegeven. Ja. Maar, hier rechts, ja. Dat is jij tegenkomen. Ja, ik tegenkom jij. Ja. En toen belde mijn manager mij op van... Ze zoeken een heavyweight voor Strikeforce. Dat is wel de laatste Strikeforce die er gaat komen. Want Strikeforce kapte mij. Maar jij mag tegen Daniel Cormier vechten. Ja, en op dat moment Daniel was... DC. Ja, die, hij was uit het niks gekomen. Niemand kende hem. Had alleen maar winst. Sloeg iedereen in de eerste ronde neer. Ja, dus echt een naam. Echt een, Dus ik dacht van, waarom niet? Wat heb ik te verliezen? En we hebben ervoor getraind. Dat is mooi, wat heb ik te verliezen? Ja. En die partij, die komt ook terug in, hoe lang is die? Ik kan me herinneren in de documentaire dat je er redelijk goed uitkomt. Dus ik heb wel wat schade gekregen daar in de partij, hoor. En daar merkte ik ook echt het verschil van. Ja, hij was gewoon echt goed. En waar ik een foutje had, maakte hij het af. Maar ja, dat zie je ook. Dat was zo anders. Alleen met de weging daar. Ja, tig camera stations. Honderden mensen die bij een weging komen kijken. Van, wat is het? Van een paar minuten wat het is. Het stadion waar ik in vocht. Ik vocht in het stadion van Oklahoma. En die basketballers uit Oklahoma. Ik begon niet welke het zijn. Maar, is allemaal lang. Nee, maar als je het dat stadion is gewoon... Dat zijn supergrote stadions. 30.000 man is niks gewoon. En dan sta je daar in één keer in zo'n stadion van waar je echt klein voelt. Ik weet ook niet of je die foto ook hebt gezien of gebruikt. Maar dat, je ziet ook eens op een gegeven moment zie je mij... In die arena kijken waar het dan allemaal gebeurt. Als je dan ziet hoe klein ik ben en hoe groot het stadion is. In Amerika is dat zo huge. In de docu zie je jou die arena inlopen. Inlopen. En dan zie je dat, wow. Dan zie je echt van hoe groot het is. Dat is echt wel een hoogtepunt inderdaad. Maar ik denk een ander hoogtepunt voor mij is mijn wedstrijd tegen Anto Delia. En die heb je ook in die tribute zitten.
Want dat was een, dat was meer een ja, mijn coach zei altijd dat is net zo'n Rocky film, weet je wel. Het ging heel slecht met mij in de vorm van sportief, weet je wel. Ik had privé ook wat shit meegemaakt, maar ja. Dus het vechten ging slecht, ik had een paar losses. Zal ik hier nog mee doorgaan? Zal ik hier niet mee kappen? Nou, ik werd in één keer gebeld. Wil ik in de Balkan vechten tegen Antedelia? Een reus van een vent. Heeft 8 wins, 9 wins geloof ik. Alles binnen de 3 minuten gewonnen. Noem maar op. Wil ik tegen hem vechten? Ja, ja, doe maar. Weet je wel. Die guy? Ja. Dat is hem, ja. En ja, laat me doen. Ik kom er wel aan. Nou, we komen daar in Zagreb aan. Zagreb Arena. Een hal van een paar duizend man. Echt een mega groot. Supermooi. Alles mooi georganiseerd. Mm-hmm. In de belly of the beast. Hè. Ik kwam op. Ik hoorde heel even iemand klappen. Maar daar zag ik alleen maar bloep, boehoe geroepen. En noem maar op. Wat doet dat met je? Oh, ik vond dat altijd wel fijn dat ik de underdog ben en was. Maar waarom is dat fijn? Waarom geeft dat? Ja, voor mij was dat fijn. Ik denk daar niks te verliezen en dan durf ik gewoon vol gas te gaan of zo. Ik vraag al, bij mij werkt het andersom. Ik moet heel erg onder druk staan. Ja. Dan presteer ik. Ja, ik vond dat wel fijn, weet je wel. Dus ik kwam eraan en ik kan niks te verliezen. Ik ben in no time. Ik weet ook niet wat er gebeurde, maar ik gleed uit of ik struikelde. Ja, en ik kreeg een potje klap op mijn bek. Maar ik denk, ja, ik geef niet op, weet je wel. En ik denk, na 1 minuut, 1,5 minuut. Weet je wel, laat hem maar komen. Dat was sowieso ons gameplan hoor. Want hij had nog nooit een ronde lang gevochten. Had geloof ik alles binnen de eerste partij. Na de eerste ronde, ja, dat had hij eigenlijk niet meer, had hij geloof ik bijna niet meegemaakt. Dus ons plan was ook, laat hem maar eerst komen. Maar ik gleed uit of ik viel of ik weet niet wat er gebeurde. En hij begon dus als een debiel op me te slaan. Nou, maar op een gegeven moment zie ik hem al zwaar de adem. Ik denk, oh, dit is mooi, dit is gunstig. Dus op een gegeven moment, laat maar komen. En hij slaat zich langzaam leeg. En het was net zo'n Rocky film, Stuart zei het al, hij vond het echt zo'n Rocky film. En Rocky krijgt klappen. Maar op een gegeven moment zie ik hem moe worden en ik sta op en Rocky gaat terugvechten. Ik heb hem toen zo mishandeld gewoon. En vooral in de tweede ronde, ja, je hebt ook in het filmpje van een heel even snel gezien, knieën op zijn kop, trappen op zijn kop, alles erop en eraan. Ik had de volgende dag serieus, hè, ik moest... zelf zere knieën van het knieën geven. Echt, ik moest een trappetje op, hè, daar hebben ze daar zo'n, als je het vliegtuig in wil, zo'n trap oplopen, weet je wel. Je komt niet met zo'n slurftram, zo'n trappetje van mooi. Je gewoon zeer om naar boven te komen. Mijn hele knieën waren blauw, jongen, van het knieën geven. Ja, dat was zo, ik zat daar van, dat deed echt weer. Maar ja, wel gewonnen. En dat was echt een hoogtepunt, maar op dat moment was ik terug. En dat deed ik heel goed voor mijn vertrouwen, want toen won ik daar 3 of 4 wedstrijden, ik weet niet meer precies. En toen mocht ik op voor de titel. Ja, daarna werd ik ook weer kampioen, dus een jaar... Na Ante, geloof ik, 1,5 jaar, ik weet de tijdslijn niet meer helemaal. Maar een tijd daarna was ik van allemaal losses naar in één keer weer kampioenskandidaat. Ja, dus dat was eigenlijk bij Ante begonnen. Dus dat was eigenlijk ook voor mij wel een hoogtepunt achteraf. Zeker omdat die partij was ook gewoon heel dik, weet je wel. Ja. De hype eromheen was heel gaaf. Dat was heel mooi... Dit is jouw... Maar ook jouw record kijkt, hoe heet het? Want jij bent een zwaargewicht, hè? Ja. En zwaargewichten, daar zitten gewoon veel... Die hebben gewoon regelmatig, lopen ook wel eens tegen een los aan. Ja. Omdat, ja, dat zijn beuken. Dus ja, dat... Ja. En ja. Dus jouw record is eigenlijk best wel goed. Ja. Vind ik in ieder geval. Hier, daar staat antwoord door. Dat is ook gewoon. Wanneer was dat? 25 oktober 2013. Dat is volgende week 6 jaar geleden. kijk, want dan heb je dat, zeg je ook. Ja. Dan heb je die 3 losses, dan kom je in McSweeney. Ja. Ja. En dan komt het boom. Ja, toen kwam ik in één keer weer terug, ja. En dat was zo goed. Ja.
Welk land vecht je het liefste, Dion? Want je zei van, dus de Balkan, of het oosten, Rusland. Ja, nou, waar ik het liefst vecht... Niet Engeland, Ierland, daar leeft het ook zo erg. Engeland was heel gek, mooi. Ja. Maar ik heb ook in Macau gevochten in China. Ja, dat was ook super dik. In een casino onderaan. Ik heb dat is gangster. Hey, Brazilië, ja. Fucking dik. Hoe was dat daar? Hey? Ja, super gaaf. Maar toch, ik weet niet. Het is ook een echt vechtland. Ja, dat leeft het ook helemaal. Maar als we dan terugkijken naar Moskou. Hoe die mensen daar leven. Rus. Rostov en Dof, weet je, ook wat zuidelijke Rusland. Is meer landinwaarts. Ja, super dik. Grozny, zo'n andere. Ja, jongen, kerel. Hey. We kwamen daar gewoon. Ga je er niet als militair naartoe, dan ga je wel als vector naartoe. Oh. Dat soort shit. Maar dat is gewoon een echt serieus. Ja, we werden gewoon aangehouden. Huppa. Ik kwam eens even aan met de Klasnikovjes. Even helemaal gestript daar en kijken wat we daar komen doen. Ja, dat was echt. Daar ligt het allemaal nog wel. Gruwelijk. Ja. Heb jij missies gedaan bij Defensie? Ja, we hebben samen geloof ik Macedonië gedraaid. Heb je, nee, ik niet. Toen was ik was je weg. Toen net weg? Oh, dat is dat niet die klus die in één keer dat jullie in één keer werden ingevlogen? Daar zijn jullie ook echt ingevlogen met heli's of niet? Nee, dat niet. Nee, maar we zijn 6 weken geweest. Het was wel erin en eruit. Het was een korte actie. Beetje zoals ik neuk. Had u iets van, geloof ik. In, uit, korte actie. Weet je, hè? Maar was wel effectief. Wel de klus geklaard. Mensen haken nu ook allemaal af met de podcast. Weet je. Wat vond je het leukste bij Defensie, man? Wat kan je, als je terugdenkt aan je Defensietijd, wat dan... Wat ik nog het meeste mis, is de kameraadschap met de jongens. En dat klinkt heel cliché, want iedereen zegt het. Maar nog steeds altijd, ik kan het ook niet uitleggen, maar gewoon... als ik wel zo'n mensen zeg, om het je moet uitleggen, weet je hoe militairen het manier van denken, weet je wel. Als we bijvoorbeeld een kamer moeten leegmaken met stoelen eruit en banken eruit. Het is gewoon eentje die opstaat, jij doet dit, jij doet dat, doe dat. Iedereen snel werken, bam, en we zijn klaar. En niet gezeur over, jij doet dit, jij doet dat, maar mag. Ja, maar. Gewoon, hup, hey, je krijgt een taak, voer uit en daarna gaan we lekker rustig aan. Een beetje aan die mentaliteit, gewoon, ja. Gewoon, hup, je krijgt een klus, die doe je, die voer je uit. En daarna ga je weer lekker ontspannen. En als je dus snel werkt, kun je snel rusten. Dus ja, dat vond ik echt geweldig. Die manier van werken, dat heb ik al gemist. Dat vond ik ook een van de mooiste tijden die ik heb gehad. Ik herken dat zeker, man. Ik zit officieel nog bij Defensie. Dit ga je niet geloven. Mijn datum dat het is einde contract, zeg maar. Ja. Want ik ben afgekeurd. Ik ben gekkie, hè. Dus dat wisten we allemaal al. Maar in 1 april 2021. 1 april! Maar 2021. Ik heb nu nog ontslagbescherming. Okay. Ik heb nu reïntegratietraject, geloof ik. Nou, Defensie wilde het comedy gebeuren niet betalen. Dus ik wilde stand-up comedy weer gaan doen. Ja. En ik heb vrijdag mijn eerste optreden gehad. Ja, weer, na 10 jaar. Ging goed, godverdomme, daar gaat me staan. Ja, ging fantastisch, man. Allacht, man. Ja, stoer. Dus ik doe nu hoe heet het? Dat wilden ze niet betalen. Wat me wel zou helpen is dat ze in ieder geval de reiskosten zouden doen, weet je. Het op en neer spelen naar kroegen, want ik krijg nu nog niet betaald. Ja. Dit is een soort opleiding. Ik betaal die opleiding zelf, want Defensie zegt, en dat mogen ze, dat is prima. Hey, daar is geen toekomstperspectief in. Hierna baangarantie. Daar heb ik gezegd, nou, dan doen we dan maar een vrachtwagenopleiding, vrachtwagenpapier halen. Oké, dat is een budget voor €4.500. Dat ga ik ernaast doen. Kijk, ik ben geen achterlijk. Ik wil, ja, net als jij, je bent de dienst uitgegaan, ook je droom najagen. Ik wil graag van mijn hobby mijn werk maken. Nou, daar ga ik me nu voor inzetten. Maar ik zal, als dat niet lukt, zal ik toch iets achter de hand moeten hebben. Toet, doet, vrachtwagen speel. Nee, maar daar heb ik geen mensen omheen. Dan kan ik gewoon mijn eigen ding doen. Ja, en dan genoeg tijd om... Ik zit toch altijd, ben ik opgesloten met mijn hersenen, met mijn... alles is een grap. Dus achter het stuur... Ja, weet je, dat is wat ik nou ga doen. Dat is wel goed. Ja, zeker. Maar dat had niet gekund zonder jou. Want je had het net over Andy, maar jij bent een beetje mijn Andy. Ja, je hebt het al een paar keer gezegd. Ja, het ging niet zo best met mij. Nee.
En ik ben je daar zo dankbaar voor. Dat je, want ik was echt naar de kloten. Ja, je hebt het gezien. Ja. Dat ik op een gegeven moment gewoon... Ik was binnen in 1 jaar tijd of 2 jaar tijd gescheiden. Dus, en terecht, weet je, er zat geen andere keuze meer. Defensie wilde van me af. En, dus ik dacht dat de hele wereld tegen me was. En ik was geschorst. Ik zat thuis alleen maar te zuipen en andere dingen te doen. En ik raakte op een gegeven moment, ging ik zo'n domme dingen doen. Ja, dat komt ook wel in mijn boek. Dat ik gewoon bang werd. En toen heb ik jou gebeld. Ja. Dat was... ik heb jouw documentaire gezien. Eerst zag ik... Het waren een aantal dingen. Ik zag... als je naar de kloot bent... Ik heb redelijk in een depressie gezeten. Niet dat ik... Ik weet niet of het... Je noemde depressie. Ik denk voor de meeste mensen... Ik zie het nou inmiddels niet meer als een depressie. Ik zie het nu als... Ik denk dat ik was gewoon teleurgesteld in de realiteit waarin ik leefde. En het voordeel van daarvan is dat je eigen realiteit, dus jouw realiteit, dus die kun jij zelf veranderen. En dan moet je wel wat voor willen en wat voor doen. En wat ik ervoor heb gedaan, dan moet je dingen triggeren. Weet je waarom je iets wil doen, waarom je geholpen wil worden. Bij mij was het iets van gedrag wat ik had gedaan wat absoluut niet kon naar mijn kind toe. Een documentaire wat ik van jou zag, dat begon bij mij van oké. Al die puntjes, die plekjes die gingen vallen. En toen zag ik de scène van Rocky. En met jouw docu, die zag ik op 1 avond, ik zweer het je. En toen zag ik die scène van Rocky, die moet je straks maar eens opzoeken. Dan praat hij tegen zijn zoon. En toen zag ik mezelf staan. En dan heb ik jou ook gezegd, daar had iedereen kunnen staan. Ja. Daar had jij kunnen staan, jij. En ik was gewoon aan het wijzen. En iedereen was het schuld, behalve Kenny. Ja. Terwijl maar 1 schuld is, dat was ik. Ja. Dus ik zat echt gewoon zwaar in de depressie, heb ik jou gebeld. Toen zei ik, help me. Ik weet niet wat ik moet doen. En toen zei ik vroeger, toen ik problemen had als kind, heeft mijn moeder mij op vechtsport gedaan. En dat heeft mij toen richting gegeven en geholpen. En toen zei ik je wat er aan het gebeuren was, dat ik defensie uitging. En toen zei ik tegen jou, weet je wat, toen wij bij Luchtmobiel zaten, dat gevoel, die trots, die eer, die rode baret, weet je, dat door willen gaan, dat gevoel wat ik toen had, dat was ik helemaal kwijt. Ik was gewoon zielig en ik voelde me kut. Toen zei ik tegen jou, weet je wat ik doe? Dion, ik geef jou gewoon mijn rode pet, ik geef jou mijn rode baret en die moet ik terugverdienen. En toen zei jij, hey, weet jij hoe je die terug kan verdienen? Jij gaat een wedstrijd knokken. Ik regel dat jij een wedstrijd gaat knokken. En ik dacht gelijk, G.I. Joe, Bruce Lee, wat doen we? Weet je? Nee, serieus, ik was natuurlijk helemaal, wat Dion daar deed, in een instant was mij een doel geven en ik had geen doelen meer. En dat was heel... Je gaf mij gewoon een doel. Dus ik had iets... Ja. Ik zag niks meer, hè. Ik was een huls. Ja. Ik was leeg. En er zat niks meer van mezelf in. Ik kon niks meer vinden. En dat heb jij mij daarmee... Het is het proces, het hele, begonnen. En dat was heftig. Want ik kwam de eerste keer bij jou trainen. En ik dacht... Ik heb vroeger taekwondo gedaan. En ik dacht, ik kon knokken. En ik heb vroeger heel veel ruzie gehad in de stad en gevochten. Maar dan blijkt dus dat al die mensen gewoon heel slecht waren. Want ik vergeet nooit meer de eerste training met jou. Ik was zo zielig. Huilen ook gewoon. Bijna huilen. Ik zat gewoon te janken. En, en toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Wat wil ik eigenlijk? Ja. En ook maar in een instant krijg je dan respect voor vechters. Ja. Het grappige van was... Ik gaf je natuurlijk een doel. Want dat, jij zocht dat gewoon. Je liep doelloos rond. Ik had geen structuur meer, alles. Doel. En toen kwam je een potje knokken. En je denkt, ja, maar dat doen we volgende week. Ja. Ja, tuurlijk. Ik weet nog wel. Ja, het ken niet. Maar over een tijd begrijp je me wel. En geloof ik na 4 maanden pas dacht van, Dion, nou snap ik wat je eigenlijk pas bedoelt. Met de rust geven, de manieren uitleggen. Je kan niet zomaar even iets doen. Niet even zomaar. Wat ik vergeet. Ik dacht van, ik hoef alleen maar te leren vechten. Ik dacht dat ik kon vechten. Ja. Na die eerste les wist ik, je kan helemaal niks. Ja. Je kan erover praten. En that's it. That's it, jongen. Denk nou niet dat je... Dus dat was ik al eigenlijk met beide voeten op de grond gezet. Maar ik wist wel,
Maar dit wil ik echt doen. Dit wil ik echt, weet je, ik wil mijn beret terugverdienen. En wil ik nog, want we zijn nog bezig. Ja. En, maar daar komt meer bij kijken dan alleen vechten. Dus maar ik had een doel. En op een gegeven moment, ja, is ook... Ik zit al een tijdje thuis. Eten deed ik slecht. Ik snapte niks van eten. En jij eigenlijk op afstand, dat doe je perfect. Heb je me ook leren omgaan met voeding. Ja, wat eet je dan? En dan zei hij gewoon van, eet eens, hou eens bij een week wat je eet. En dat ging, ik doen. En dan ging ik 's ochtends, middags, 's avonds. Maar ja, kijk, wij hebben bij Defensie gezeten. En wat jij eigenlijk deed, was gewoon... Ik moet deze verloren militair... Die heeft geen missie meer. Nee. En ik heb mijn missie gegeven. En nu moet hij gewoon dingetjes die missie gaan uitvoeren. En dan komt onderweg, moet hij dingetjes gaan leren... om die missie tot een goed einde te verbrengen, weet je. En nu gaan we hem leren omgaan met voeding. En... Je weet wat ik wil gaan zeggen. Hey, serieus. Ik kreeg dan de vraag, Dion, help me met voeding. Kenny, schrijf gewoon eerlijk op wat je hebt gegeten. En gedronken. En gedronken. En ik kreeg van 4 dagen of zo krijg ik die dingen. Hey. Het staat er gewoon op zondagochtend pizza. Smiddags 4 bier. S'avonds een frietje. Ik denk, ja, serieus Kenny. Moet ik je nou nog uitleggen wat gezond eten is? Moet ik dan nou mijn tijd in verdoen wat jij moet eten? Ja, maar shit, ik weet het ook wel. Maar die klap, dat was het wel weer. Nou, omdat je dacht van, ja, kut, ik weet het eigenlijk ook wel. Deze is erg, jongen. Dus ik had daar mijn papiertjes boven bij het... Bij wat jij zegt, had ik opgehangen van week 1. Eten dit. En toen, ik had bier gezopen. En ik wilde al minder bier gaan drinken. En... Hoe heet het? Maar ik ben wel eerlijk gewoon geweest. Van ja, dit is anders. Heb ik anders heeft geen zin, anders kun je me niet helpen, weet je? En toen schaamde ik me. Ik zei het ook tegen jou. Ik zeg: oh, makker. Ik weet het. Toen ik het opschreef: 9 bier, 2 whisky dingen. En serieus, ik kan iedereen aanraden. Als je denkt: als je te veel drinkt of wat dan ook slecht eet, ga het opschrijven. Als je het ziet, schaam je je kapot. Ja, maar dan weet je ook zelf van. Hoef je niet wel uitleggen dat een frietje of pizza op zondagochtend slecht is. Ja. Maar iedereen doet het wel. Maar dat zei je niet. Dit vind ik dan ook weer het mooie van jou. Dat zei je niet. Wat je zei, Kenny, je kunt ook de zelfgemaakte pizza doen. Het verse groente en dingen. Ik zei van, kijk, als je dan een keer een pizza wil nemen om jezelf te blijven. Is dan heel verschil of je hem bij de pizzaboer haalt. Of je maakt zelf deeg en je snijdt verse groente. Oké, ook niet helemaal goed, maar wel een stuk gezonder dan, dan dat ding wat helemaal gefrituurd en weet ik veel bij de pizzaboer ligt. Yes. Neem die anders zo lekker. Maar weet je wat daardoor wel kwam? Daardoor werd ik een beetje gedwongen door uit te gaan zoeken. Je weet wel wat gezonde voeding is. Ja. Maar op een gegeven moment had ik ook een boek gelezen. My Shredded Lifestyle. En ik zei van jou. Jij zei je moet gewoon gezond eten. Maar ik was ook een beetje aan het testen. En op een gegeven moment ik wilde gewoon vasten. En dat werkte voor mij. Het intermittent fasting. Nu eet ik dan zeg maar. Toen werkte dat. Nu eet ik gewoon clean. Ja. Gezond en af en toe, vandaag is toevallig zondag is altijd pizza dag, dus hierna gaan we fucking pizza eten bij pizza halen. Maar dat leerde ik. Ja, die jongen, oh my god. Nee, pizza dag. Nee, maar we gaan even terug. Ik zit in een bepaald proces, hè. En dat gaat allemaal stapje voor stapje. Dus op een gegeven moment klinkt misschien te stom voor woorden, 40 jaar. Ik leer dan pas met voeding omgaan. Met voeding omgaan is meer. Is ook verdiepen in voeding. Ja. Hoeveel calorieën, hoeveel vetten. Waar zitten de goede vetten in, waar niet. Toch? Dat zijn allemaal. Weet je nog. Ja. Stuurde ik jou een... want je bent ook personal trainer. Voedingsdeskundige noemen we dat. Hè? Nee, maar dan in ieder geval voor mij. Hè? En stuurde ik jou gewoon op. Dat vond ik ook zo grappig. 1 ding, 1 comment. Minder geitenkaas. Weet je dat nog? Ja. Oh. Nou ja, toen wilde ik natuurlijk het sporten moest erbij. En toen ging je hele simpele oefeningetjes. Dat ik dacht van, really? Is net of je tegen iemand die 2 zwemdiploma's heeft en dat hij dan de eerste keer weer, trek maar zijn baantje. Weet je, omdat je bent militair en je denkt van, net zoals die eerste dag met het knokken. Maar ik ben kom maar, ga me doen. Ja. Doe eerst nog maar eens gewoon 10 push-ups.
En dan doe je dat op die dag en die dag. Toen ging ik dat doen. En op een gegeven moment merkte ik gewoon van, we hielden gewoon contact van, oké, oh shit, ik ben sterker aan het worden. Ik ben fitter aan het worden. Daar ben ik je dankbaar voor, man. Maar we zijn nog niet klaar. Nee, maar dat is die foto van mij. Ik sta aan mijn Insta. Dan kun je zien hoe ik bij Dion binnenkom. Want dat is in Dion's gym. Dat is bij Starings gym. Als je naar mijn Insta gaat. Ja, ik zeg altijd, jij bent mijn MMA. Mixed Martial Angel. En ik vertel het misschien nu niet goed. En ik had ook jouw docu gezien. En in jouw docu zeg jij, je bent nooit te oud. Ja, nooit te oud om iets te leren. Juist. En ik zie dat. En ik zie ook die scène van Rocky. En bij mij gaat dan ook die Rocky in mijn hoofd. Mm-hmm. En toen ben ik losgegaan. Toen ben ik gaan trainen. Toen ben ik gaan trainen. Dus je hebt me gered. En nog? Oh, mooi, ja. Dan ben ik blij om. En nog? En toen, ja, toen ben ik daar een tijdje bij. Ik hoop dat er iemand kijkt. Als ik even in die camera kijken. Hè? Ik hoop dat je kijkt, maar je weet wel wie ik bedoel. Met jou zijn we ook bezig. En, zijn we ook een doel aan het geven. Dus hij zou kijken. Dus ja? Ik hoop dat hij me even opslaat. We hebben hem gesproken nog. Ja, ik heb hem vanochtend ook nog gebeld. Ja? Gaat goed met die jongen. Dus, goed man. Hij gaat wel komen. Dus sommige dingen hebben even tijd nodig. Dat dit is jouw gym. Dit is wel mooi. Dat, je hebt die band. Waar jij het over had met defensie. Mm-hmm. Je hebt die band. Wij hebben een band. En die band die blijf je altijd houden. Ook met jongens waar je oefeningen mee hebt gedaan. Waar je weg mee bent geweest. Ja. En in slechte tijden ben je er voor elkaar. Ik kan nou nog als iemand mij van 6, 7, 98, 99, 1999 zou bellen van ik ben in de problemen, ik heb shit. Kom maar. Mijn deur staat open. Ja, dat is die band die je hebt. Diezelfde taal op een bepaalde manier van Je foto. Zelfde ook. Ja. Bedoel, oh ja, dat zie je. Ja. Hier dus. En er was er nog, hoe lang zat er tussen? Drie maanden. Kijk, en nu ben ik ook wel weer iets flinker, ben nou weer aan het sporten. Maar wat jij mij terug hebt gegeven, is zelfvertrouwen. Ik weet wat ik nu moet doen als ik weer wat fitter wil worden. Ik ben nu, we hadden afgesproken, oké, jij leert mij de basis. In ieder geval, want ik dacht echt dat ik dingen kon. Ik kon helemaal echt geen reet. Ik kon niet eens normale links-rechts directe combinaties, ik kon het gewoon. En ik dacht dat ik gewoon kon gaan trainen in een gym. En jij wist natuurlijk al, dat gaat niet. En nu train ik bij MW, Melvin Wassink gym. En daar heb ik nou een paar lessen gehad. En dat is al moeilijk genoeg, maar doordat ik die paar lessen van jou heb gehad, kan ik die combinaties, weet je, kan ik meedoen. En op het einde van de les sparren. En dat is sowieso een hele leuke gym. Ik ben daar echt, het voelt echt als thuiskomen. Dus ik heb, alles begint op zijn plek te vallen. En een jaar geleden was ik naar de kloten, liep ik bij jou binnen naar de gym. En als ik jou niet had gehad, was ik misschien nou nog aan de drank en al het andere, weet je. Ik ben je gewoon zo dankbaar. Je hebt me gewoon geraad, man. Ja, ik ben blij om te horen. En, ik zou het ook altijd weer doen. Je weet, ik heb je alleen gesteund en tot in april ongeveer. We weten het niet precies helemaal zeker, maar dan gaat Kenny zijn gevechtje draaien. Ja. We hebben het niet helemaal rond, maar ik was met Melvin ermee bezig. We zien het wel. En dan kun jij je beret terug gaan verdienen. Ja. Wat voor jou voor ons symbolisch is, maar voor Kenny is het helemaal. Hij is eigenlijk terug van waar hij ooit was. Ja, we hadden zoiets van. Ik dacht, als ik bij jou ga, je bent een jongen uit Arnhem, ik ben ooit begonnen in Arnhem, dan is voor mij de cirkel rond. Ooit kreeg ik mijn rode beret daar. En nu verdien ik hem wel terug. Ja. Weet je, die link met Arnhem is via jou dan nog. Alleen nu ben ik gereed voor de burgermaatschappij. Ja. Toen zei het, je bent gereed voor defensie. Ja. Voor de luchtmobiele soldaat. En nu was het burgermaatschappij. Ja. En onderweg is er zoveel gebeurd met me. Ja. Dat de doelen, er kwamen doelen bij. Er zijn doelen. Wat ik op het begin, ik had mezelf een missie gegeven. Hè. Heb ik jou volgens mij gezegd. Ja, MAGA. Oh ja, Make Gelswijk great again. Yeah, dus MAGA double G.
Jongen. Ja. Dus, maar ja, goed, dat loopt nu nog. En ik kan je niet genoeg bedanken. Ik ben je echt dankbaar daarvoor. Denken? Ja, zeker, man. Ja, heb je iets van Cola Light of zo? Of een maatje? Ja, Cola Light. Sorry, de koffie kreeg echt niet af. Sorry, Robin, man. Robin, jongen. Dan slaap je. Beter films maken als koffie. Ja, Robin, we need to bounce these motherfuckers. Ik denk dat ik wel, dan slaap ik 3 dagen niet meer. Speaking of niet slapen. Weet je nog op de reperbaan mij? Ik ga nu. Dit is gewoon voor de, voor de mensen die. Ja, die Dion alleen maar kennen van de ring en de vechtsportwereld. En niet, Dion is gewoon echt gek in zijn kop. En die man, je hebt echt no fear. Ook buiten de ring is het no fear. Ik ga het uitleggen waarom. Dion en ik waren een soort van verdwaald op de reperbaan in Hamburg. En ergens liepen we langs striptenten, stripbars, weet ik veel. En ja, mensen die mij kennen, die weten ook, ik ben ook niet echt helemaal in orde. Ja, anders kun je dit niet doen. Het is een podcast en een comedy. Zijn allemaal een beetje, die mensen zijn een beetje kapot, zeg ik altijd. En toen liepen we langs een winkel, of een striptease-zaak, en daar stond zo'n grote kartonnen pin-up pop. Ja, zo'n hele grote. En wij waren met z'n tweeën. En ik zeg, ah, dat is een mooie pop voor in de bar, man. Ik zeg, die nemen mee. Ik moet je even erbij zeggen, van dat eigenlijk een soort traditie was, dat als je ergens op oefening was, dat je iets meenam als, en dat zet je in de bar. Want dat was een soort ja, grapje of zo. Van als je dan ergens een aandenken aan die avond, ja. En precies, juist. Zoiets, ja. En we komen er langs en we zien die pop. En, vertel. We zeggen het zo tegen elkaar. Van, ja, dat is wel een mooi pop. Dus ik loop in die etalage en ik pak zo die pop vast. En ik ga zo met die pop dansen. En op het moment dat ze zegt, zeg van, ah, ja. Dat is wel een mooie aandenker, hè, Kenny? Komt die eigenaar. Kenny hoef je dat niet te zeggen, die weet wat hij bedoelt. Maar ja, die eigenaar komt eraan, die ben een beetje gepraat. Maar hij geeft die pop een beetje half zo. Kenny pakt die pop hier uit, zo. Dus die kind. Maar toen kwam die polen nog. Toen kwam er een gast, hè? En dat was een grote gast. Maar ja, als je met Dion bent, denk je toch, fuck, ben je toch voor niemand bang, weet je? Dat is het moment dat je misschien net iets te stoer gaat doen. Van, wat moet je zelf, kan je hier even maar kijk eens wie ik bij me heb, weet je? What the fuck, wie doet mij wat? En die vent staat voor ons met zijn leren jackie, ik vergeet nooit meer. En toen dacht ik, nee, die is gek. Toen dacht ik bij Dion, dus dit gebeurt echt, hè, die vent. Diep maar hier. Want soms neem ik dat pistool. Ja, zo. Dat pistool. En Dion zo. Du hast gar keine pistole. Geh weg. Hou op, man. Geh weg, man. Ik ben doorlopen. Ik voelde als kleine broertje met grote roepen aankomen. Oh, lachen. Daarna ik natuurlijk stoer vertellen in de bar, hè? Alsof ik die vent naar weg had gestuurd met pistolen en alles. Dan zeg ik je. Kijk, was keine pistolen, man. Die pop, hè, die heeft altijd op de kaken in de bar gestaan. Heel lang heeft hij erin gestaan, ja. Slipje aan, want jongens waren natuurlijk naar de hoeren geweest op de reperbaan. Panty op de kop. Ja, met ons groepje, met Jimmy, met Luke, met Dave Willemsen. Allemaal die Jimmy, ja. Weet je nog, Jimmy was toen net in het peloton. En Jimmy was een maand, 3 maanden eerder dan ik. Ja. En die was. Ja, wacht even. En toen gingen we weet je dat nog? Toen gingen we naar de eerste stripbar. En Jimmy, die was. Ja, kom maar Sambuca zuipen. Die zo heette. Ja, Sambuca. En die dronk die shit. Woep, hup, next up. Weet je, de. Zipping them like bitches like a motherfucker. Bam, bam, bam. Sambuki hier, Sambuki daar. En op een gegeven moment, ik zweer het, jongen. Die zit daar aan die bar zo. En die gaat helemaal naar de kloten, weet je. Je moet nagaan zo'n ronde strip dingen, hè, paal op podium. Iedereen zit zo de lang allemaal omhoog, zo in die doos te kijken. Maar Jimmy niet. Jimmy had way too many motherfucking Sambukis gekanteld. En die lag daar zo. Jongen, en dan wijf je, dan begint met die doos op zijn hoofd, zo. Weet je nog, en Jimmy zo. Toen was Jimmy vrijgezel, mocht je dan krijgen, was hij gewoon vrijgezel, dat is wat ik weet. Die gaat zo omhoog.
Pak zo dat hol van dat mens, jongen, zo die naadkevel. Dat, zo die tong erin. De mensje, ja, dat lukte nog net niet. Dus dat mensje, dat meisje, die was daar natuurlijk niet van gediend. Dus die pak een of andere fles bier van een gozer of een glas bier van ons. Dit zag zo lachwekkend uit. Jimmy zo, die hand. Dus zij wil dat bier erover hem heen gooien. Dat gebeurt allemaal. Dat gebeurt allemaal niet. Werden we daar uitgekikt. We uit die tent werden gekikt. Dus we waren net aangekomen. Dus met de militairen, bussen, gelijk naar een stripbar. Stripdollars gekocht, weet je. Eerste tent gelijk eruit. Boef. Dan ga je de tent ernaast, want die liggen allemaal ernaast. Op een gegeven moment waren we daar binnen, werden we daar eruit gekikt. Wat was nou? Er kwam, sorry, ik ga nou voor de volle, ik weet niet welke letter, LBGT, ja, als je daarvan bent, niet naar dit verhaal luisteren, ja, en alvast sorry. En we zitten daar, en op een gegeven moment komt er, zijn militairen, hè, je moet nagaan, het is 1998, andere tijden, ja, 99, en op een gegeven moment komt er, komt er een man op podium, duidelijk gay, ja. En dus die gasten, die flippen pas die stas. Want dat ding, we komen voor vrouwen. Eruit. Nou luister, dit is gruwelijk. Hè? Dit is echt gruwelijk. Dus we zitten. Gaan weer. Tent nummer 3 inmiddels. Hè? Tent nummer 3. We zitten daar. Zit een tijdje eerste act. Tweede dame. Op een gegeven moment. Wat denk je? Diezelfde gast. Ja, maar die... Die werkte dus ook in die tent ernaast. Dus dat gebeurt blijkbaar vaker. Ah, en toen stonden we zelf op. Weet je, ja, fuck it. Nou gaan we weg. Ah, ik weet wel, ik zou er niet te veel over vertellen. Maar ik weet wel, met Jimmy was... Jimmy was mijn... Ik was Mark Schutte. Met een groot mitrieurpistool had ik. En mijn mag hulp, dat was Jimmy dan. En ze noemden ons ook Timon en Pumba. Timon en Pumba, ja. Ik was dan de grote en Jimmy was wat kleine erachteraan. Het waren echt... Het was zo'n mooie tijd met Jimmy. En we lopen in zo'n reetbaan, maar we hadden ergens een discotheek gevonden of zo. En er staat er op een gegeven moment staat er een Turk of een Marokkaan of weet je, helemaal afgetraind. Die had zo de Arnold Classics in kunnen gaan. Helemaal 0 gram vet, helemaal strak. Droog. Die staat zo met zijn blouseje uit, zat hij zo bij die dames. Jimmy, dan kunnen wij beter. En we trekken allebei die shirt aan. Nou, echt zo'n dikke blubber bij zo. En die jongens, kijk ons aan, die is gewoon om iets te doen. En pliep die weg. Mooi, hè? Ze twee, ja. Zwaar, slecht dansen. Zoals Jean-Claude Verdamme in een kickboxer. Ja, zo. Ja, niet normaal, man. Maar militairen, don't give a fuck, weet je. Die hebben gewoon lol. Ja, ja. Ja, je ligt een beetje in de bossen, dan heb je dag vrij. Ja, even ouwen. Ja. Wanneer ben jij naar Zaragoza geweest? Ik was in 96 in Zaragoza. Nee, ik ben nooit in Zaragoza geweest, nee. Ik kwam net, jullie waren net terug van Cyprus en toen kwam ik bij de compie. Ja. Dus ik had Cyprus gemist. En daar ben ik naar Bosnië geweest, maar was een oefening van 3-4 weken en daarna naar Macedonië. Toen was ik net weg, ik ben in 99 of 2001 ben ik weggegaan. Ja, zo naar die overloop gingen. Ik weet wel, ja. Want wij zaten in Macedonië toen die Twin Towers... Dat is 2001 dan, ja. Ja, 2001. Ik weet nog goed, want wij zaten allemaal... Wij kwamen net van iets af. Ik weet niet, we waren patrouille geweest of iets dergelijks. Of we waren de poort uit geweest en we kwamen er binnen gereden. En zeg iemand van... ja, daar is een vliegtuig in World Trade Center gevlogen. Ja. Ja, kom maar even. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Wat wil je dan doen? Nee, echt. Serieus? Ja. En dat was ook een, wat je zegt, over de militairen dan allemaal. We hadden een boogtent. Nou, voor de mensen die niet weten, dat is, nou, wat zal het zijn, een metertje of 3-4 breed. Ja. Nou, misschien iets langer. 3-4 en die kunnen van elkaar 3-6. Misschien iets langer. Maar in ieder geval een kleine ruimte. Ik denk dat we met 50, 60 man in die boogtent zaten naar zo'n schermpje te kijken. Oei. Het is echt zo. En op het moment dat we zitten kijken, vliegt die tweede erin. Fucking hell, hey. Wat is hier? En allemaal stil, maar allemaal, weet je, niemand ook voordringen, maar gewoon allemaal gedisciplineerd wel blijven kijken van, nou. Ja.
wat gaat er nu gebeuren? Nou, dat was wel kort daarna vlogen de eerste naar Afghanistan toe. Ja man, ik weet nog waar ik stond met waar ik was. Ik was op de Harskamp, infanterie schietkamp. Oké. Okay. Daar was ik. En weten jullie nog waar Robin was nog niet geboren? Ja. Nee, Robin was niet geboren. Oh, sorry, Robin was niet geboren. Zeg sorry tegen de fucking Mike. Jij was 2002 ben jij. Dus fuck. De grootste, de man die alle techniek hier regelt, die was nog niet geboren. Toen. En jij niet? Oké. Okay. Ja. Ja, dat zijn van die momenten, dat vergeet je niet meer. Ja, ik vind het vooral ook niet omdat wij, wat ik me heel bijzonder was, dat wij dan daar zaten. Wij zaten op de Food Factory, op zo'n een of andere gare oude fruitfabriek midden in Macedonië. Nou, dat was echt houtje, touwtje, alles bij elkaar, weet je wel. En dan zit je daar en dan zit je met z'n allen in zo'n tentje, zit je dan te kijken wat er gebeurt. Ik heb begrepen dat jullie daar gewoon zes weken op rantsoentjes hebben geleefd. Dat iedereen daar gewoon 15 kilo lichter is teruggekomen. Nou, dat viel wel mee. Op een gegeven moment hadden we wel volgens mij hadden de Engelsen hadden een keuken. Ja, de Engelsen. En toen kwam er wel een beetje een verstuur. Maar vooral in het begin zonder een paar dicties. Nou, na 3 dagen dachten ze, laten we eens een keer bellen dat ze ook geleegd worden. Ik weet niet of je een dixie weet, maar... Die chemische toiletten van de mensen die nog nooit op een dixie hebben gezeten. Precies, die, dat. En dan, wat bouwvakkers in schijten. Precies. Ja, dan moet je met 200 militairen in 10 van die wc'tjes staan, waar 30 graden is. En dan wordt het ding om de 3 dagen geleegd. Mm. Dat was gewoon, je moest gewoon met een stok even de rest weg doen, anders lag je... Ja, dat was echt goor. En als ze dan, dan had je dan de dag en had je geluk. Dan was die kerel geweest om het schoon te maken. En dan zag je mensen ook echt er naartoe rennen, want dan was hij niet schoon. Want een dag later, dan moest je gewoon eerst 200.000 vliegen kapot slaan. Die er ook even waren. Ja, dat was echt een gore bende. En nog 3 locals ervan afhalen. Oh, man. Ja, dat was echt... Mensen vragen over een verhaal van Schrek. Schrek? Maar dan weet ik niet waar ze het over hebben. Oh, Schrek. Inclusief sneeze. Ja, dikke, kom op jongen. You got it, dude. Oh, my God. Snel, pak de whisky. Nee, dat is een grappig verhaal. Ja. Ik was in Miami, of in Delray eigenlijk, ik zeg altijd Miami, maar was Delray, iets noordelijker van Miami. Daar was ik op, daar verbleef ik bij de Black Syrians en ik had daar iemand leren kennen en ik sliep met hem op de kamer, Babak, worsteltrainer en super grappig. De naam al. Ja, Babak. Hij, die gozer is zo grappig, ja. Jongen. Maar ik zal het even kort vertellen. Maar... Ik was dus blijkbaar midden in de nacht, jongen. Nee, ik was eerst ik was gaan slapen met Schrek aan. Weet je wel? En dan, dus die gozer, maar hij kan dat echt mooi vertellen. En die gozer was dus 's nachts er geweest. En die had allemaal, was in slaap gevallen. En die had allemaal geluiden gehoord. En het hele beeld was groen. Want Schrek is natuurlijk groen. Dus die had helemaal zitten te kijken van, wat de fuck is dat? Maar ik zat gewoon Schrek te kijken. Maar ik was in slaap gevallen. Vandaar dat ik die bijna op Schrek kreeg. Maar, nou, op zich viel dat mee, maar... Op een gegeven moment waren we gaan slapen zo, en s'nachts, jongen, ik word wakker, hé. En hij zat me dus aan te kijken, en hij zei, wat is die deal dan doen? Zeg Babak, zo dacht hij bij zichzelf, hè. En soms zo te kijken, en ik was in mijn slaap. En hij zat echt zo te kijken, van, deze gozer is niet goed wijs, man, wat is er nou? En Babak zit zo naar me te kijken, en dat. En blijkbaar, ik weet het niet eens meer, want ik lag helemaal in slaap. Ik spuur hem die hele bek vol, jongen. Hem? Ja, maar hij zat zo te kijken van, wat is hij aan het doen? Hij zat echt zo van... En ik blijkbaar in mijn slaap. Ja, ik weet het niet, maar ik zat... Ik moest niet zo... Maar wat ik dat wil doen, zat hij dus zo te kijken van, die gozer is niet goed. Hij zegt, jongen, wat is het? En ik ga even zeggen, ik was wakker zo. Laat me slapen, man. Weet Babak ook een keer hoe zijn vrouw zich voelt? Ja, als die helemaal over doorheen schrekt. Mooi verhaal, man. Ja, dat is, met hem heb ik zo gelachen, jongen. Wat een gast was dat, Babak.
Mooie tijd daar, Black Zillions. Hoe gaat zoiets eraan toe, Dion? Hoe moet ik me dat, indenken? Want Black Zillions is een hele bekende school, toch? Ja, zeker. Nou, wat het mooie van Black Zillions is, tegenwoordig is het Hard Knock. Dan zit ook in Florida. Nee, in Fort Lauderdale, sorry. Fort Lauderdale. Het is een gymcomplex. Ja, mega groot. Het is gewoon, je kunt niet begrijpen hoe groot het is. Er zijn een paar ruimtes met alles erop en eraan. Noem maar half voetbalveld? Ja, misschien wel een voetbalveld was het. Misschien nog een groter. Ja. Het is echt huge. Het mooie van is... Er staan, denk ik, 20, 25 jongens die allemaal wedstrijdvechter zijn of willen worden. En allemaal in dat niveau. Ja, dus je hebt zo'n kwaliteit. Als je dan moet trainen, weet je wel, je zit bijvoorbeeld rondjes sparren. Ja, je moet dan tegen rondjes alleen maar tegen professionals vechten. Dus ja, je leert er zo van. Je maakt er zo'n sprong omhoog met wat je allemaal... Ja, leert en kennis maken en deelt met elkaar. Het zijn ook heel veel jongens die daar echt leven. Ja, dat is volgens mij tegenwoordig hoor. Hier ben ik nooit geweest, want dit is een nieuwe. Ik zat toen in een andere. Ik geloof dat rechts een paar vechters uit hun stal. Ja. Ja. Nee, maar je ziet dan vooral het verschil van dat je ook... Je hebt getraind, wat wij bijvoorbeeld hebben geleerd. Je komt naar een training, je doet je training, je bent klaar, je gaat douchen, je gaat naar huis en je gaat je ding doen. Daar kwamen we vaak aan, sommigen waren al aan het trainen. Dus voor de training waren ze al aan het trainen, weet je wel. Dan gingen ze trainen, doen wat de trainer zegt. Dan waren ze klaar, dan gingen ze nog hun eigen ding trainen. Dus weet je wel, de trainingen werden veel langer en anders. Alleen elementen werden anders. Weet je wel, wat de trainer deed, hè, dat moest je goed doen, dat moest je 100% doen. Maar daarna kon je bijvoorbeeld even rustig aan doen en geef bijvoorbeeld een klein beetje licht fitnessen. Ja, even wat. Of alleen klemmetjes, of alleen wat patsen. Weet je wel, dus je deed altijd ietsjes meer dan eigenlijk moet. En zo was je gewoon hele dagen eigenlijk al aan het trainen. En dat was ook een verschil met Nederland. En zeker als je dan met gasten daar zat. Zit dat verschil in tijd of in intensiteit? Ligt de intensiteit van de training hoger? Ja, of ja, zoals je ja, vertelt, mensen, of is het ook nog eens langer en meer? Ja, beide. Gewoon van, wat is het, keukencompetitie naar Je merkt gewoon... Eredivisie. En dan bovendien, kijk, dan was je ook aan het trainen met jongens die ook al tegen wedstrijden op profniveau hadden gehad. Dus die hadden ook een hele ervaring die ze ook deelden. Ja, dat is een heel verschil. Niet alleen qua training, maar ook om de training heen. Als er dan bijvoorbeeld, er waren een aantal van die Brazilianen, ja, die waren mega goed op de grond. Dus als je dan extra op de grond wou, ging je s'avonds even met die jongens even om. En dan ging je nog bepaalde greepjes doen, of bepaalde klemmetjes doen, of weet je wel. Maar wou je gaan judoën, en dan ging je naar het andere groepje, want die deed helemaal judo. En wou je worstelen, ging je naar dat groepje. En zo had je echt van iedere specialiteit, had je nog wel een aantal mensen die je daarmee ook konden helpen. Wordt elkaar dan, want vechtsport is een individuele sport. En ze zeggen wel eens, we hebben een team om ze heen, maar het is een team om een vechter. Maar in principe is toch iedere vechter daar... voor zichzelf, ze werken bij dezelfde gym. Nee, om een voorbeeld te geven, je zegt dan train ik s'avonds als ik beter op de grond wilde worden of iemand beter op de grond met een Braziliaan. Doet die Braziliaan dat graag? Snap je, is daar net als bij Defensie, dat teamwork, is dat in zo'n gym ook? Of is het, ik moet nog even rollen met Dion, want... Nee, kijk, je hebt altijd met iemand heb je een betere klik dan met een ander. En met de ene doet het wel graag voor je en de andere niet. En met sommigen heb je een soort wisselwerking van... Ja, je helpt hem nu en de volgende keer helpt hij jou. Weet je, zo'n ongesproken recht. Dus dat doe je gewoon voor elkaar. Heb jij hier in Nederland altijd een vaste trainingspartner dan? Ja, zeker, ja. Ik heb altijd wel met
Met die dikke jongen, die dikke Turk, zeg het allemaal. Ja. Maar, daar hebben we al veel meer getraind, maar ook met 20 Page, oud Marinier. Verhaald, ja, er zijn altijd jongens die wel meeknokten. En altijd helpen in de voorbereiding en zo. Maar ook diverse. Ik heb laatst veel UFD gevochten. UFD getraind. Een grote MMA school in Düsseldorf. Eentje rijden. Maar ja, dat... ja, dan zit je ook vrij goed. En daar heb ik onder andere met Hesti Gerges getraind. Die is zijn tweede MMA gevecht nu heeft gedaan, geloof ik. Ja. Dus ja, weet je, daar leer je ook weer heel veel van. Andere dingen. Veel met Ivan Hippolyte, die is daar te trainen. Die heeft een hele andere stijl van het vechten. Vooral op clinchgebied weer heel veel dingen geleerd. En, ja. Wat is jouw kracht? Waar ligt jouw... Wat doe jij het liefste? Het mooiste vond ik ook altijd ground and pound. Dat blijft het mooiste. Druk erop zetten en beuken. Iemand naar de grond trekken en doorgaan. Ik heb een... toen appte ik jou gelijk. Ik zag jou iemand knock-out kicken. Zag je niet vaak voorkomen, echt. Frontkick, boom, in zijn fucking bakkes, jongen. Echt bam. We hebben het hele internet afgezocht. En toch heb ik hem ooit een keer gezien, dat filmpje. Echt, die voet zie je gewoon ineens uit het niets. Heel raar. Ja. Zeg jij, waar haalt hij dat vandaan? Waar komt die voet ineens vandaan? Weet je, zo van, hè? Ja, die was echt gaaf. Weet je nog tegen wie dat was? Ja, Rico Rodriguez. Oh, die gaan we fucking Google. Google die shit. Die was echt die heb ik van Mike geleerd. Ja. Mike, ja, we zagen het straks even bij Mike. De meeste mensen die Mike passen, die is de trainer van Badder. Ik geloof nou voor dit gevecht, voor Rico, niet zo intensief of wel? Ja, hij kan laatst een persconferentie van wel. Maar hij is vooral groot geworden met, vroeger had hij Myrtle Groenhaard, Yuri Mes, Melvin Manhoef en Badder Hari, waar hij echt mega successen mee heeft behaald. Melvin... die ging eventjes de keer op bellen, toch? Zo. Mooi, man. Ja, zeker. Dus jij wil nog eigenlijk afscheid in het buitenland? Nogmaals, ik moet eerst donderdag kijken wat het is. Misschien moet geopereerd worden en dan lig ik er zo lang uit. Ik kan er nog niet zeggen. De wil, natuurlijk wil ik, maar ja, dat is nog iets als, wat verstandig is of, of niet. Weet je wat ik nu zelf merk, nu ik zelf dus ook aan het trainen ben? Ik kijk het nou niet meer zoveel. Eerst keek ik heel veel MMA en kickboksen, en nu ik zelf bezig ben, ik weet niet, ik heb het niet meer zo. Ik vind het leuk om zelf te doen, ik niet meer zo te kijken daarna. Misschien straks als we in april of zo in voorbereiding dat ik het misschien wat meer ga kijken, maar weet je, ja. Oh, ik heb hem. They got that kick, motherfucker. De fullscreen. Oh ja. En is het in de highlight of... Hier. Boom! Koekoek. Bink. Nog eens. Terug. Ik moet... Robin Black. 1 minute breakdown. Die ga ik naar Robin Black sturen. Deze even 7, die gaan we naar Robin Black sturen. Ken die? Robin Black? 1 minute breakdown? Ga naar de fucking page van Robin Black. Robin Black doet altijd kleine filmpjes van 1 minuut. Doet hij een knockout of een highlight. Gaat hij eventjes vertellen. Oh, die is echt fucking grappig. Get your fucking headset on, man. Yeah. Deze moeten we even luisteren. Robin Black, Instagram, 1 minute breakdown. Instagram. YouTube. Instagram. Op zijn Instagram heeft hij allemaal van die korte filmpjes. Robin. Ik volg hem. Dus je kunt hem volgens mij via mijn Instagram vinden. En, wat zeggen ze? Zijn er nog meer vragen binnen? Ja, dit is wel grappig. Maar moet je bijvoorbeeld... Ik ga 10 minuten. Nee, scroll eens even, Robin Black. Deze met die geit is leuk. Het moet wel een beetje grappig blijven, hè? Let op. Dit soort filmpjes lult hij in elkaar. Robin Black, 1 minute breakdown, interspecies fighting championships, human female Stephanie versus Letway Goat. Letway is the art of 9 limbs, including what I like to call the diamond of Letway.
beak, the headbutt. Instead of viewing this dynamic through the filter of the human mind, try to perceive it from the perspective of Letway Goat. Humans find meaning in the pucker of the lips, connected to genetic instincts for finding a mate. But Letway Goat is reading something else. An alpha posture of conflict. Is Stephanie threatening? Is she challenging for dominance? Once a skull duel is set, Letway Goat will rehearse the approach, measuring and calibrating, and then, in an instant, he will blitz forward, focusing all the kinetic energy through the bone of the skull. Bink. Another look. Think dimensionally. Filter your instincts through the mind of Letway Goat. Oh, maar echt ook brute knockouts en alles. Hij houdt dat snel en grappig. En hij vertelt best wel wat er gebeurt. Ja, zeg maar, ja, hij vertelt echt wat er gebeurt. En daar zitten dan ook af en toe van die grappige filmpjes bij. Dus deze van jou, ja. Die ga ik sturen. Piep. Die gaan we kijken of die daar wat mee gaat doen, man. Hoe lang zijn wij al aan het podcasten nu? Anderhalf uur. Nog, hè? Mooi toch? Gaan we afronden of wil je nog even door? Dan moeten we pizza's halen. pizza's halen. Ja, ik heb je nou hier. Maar ik ja, maar wat pizza dan? Ja, zeker. Vraag, hoe oud is Dion? 41. Ik dacht dat jij jonger was dan ik. Nee. Jonger man. Oude man, oude motherfucker. Zit jij gewoon te liegen tegen mij? Zit jij gewoon te liegen tegen mij? Ik ben ook 41, man. Ja, nee, ik ben 41. 9 juni, maar ook 42 alweer. Shit, 9 augustus. Daarom, het leven is zo kort, hè? Ja, echt, hè? Ben je... Je hebt nou je gym. Ja. Dat loopt goed, neem ja, ik aan. Ja, en, dus het is... Je kan ook uitstappen nu. Het is... Ja, zeker. Ik heb vooral... veel tijd en energie in mijn gym gedaan. Vooral veel personal training... mensen daarmee geholpen. Ik ben laatst ook veel. Ik heb politie les gegeven. Ik geef heel veel scholen, geef vaak clinics. Ga even naar Dion, dan laat ik je wat zien. Het Redes Lyceum, Fensen, allemaal scholen, Beekdal Lyceum, allemaal scholen in en rondom Arnhem, die ik allemaal lessen, kickbox clinics geef. Dus ja, dat gaat heel goed en is heel leuk om te doen. Hier zie je een paar filmpjes van mij dat ik met Dion bezig ben. Dus ik ben ja. Ik zie jou namelijk ook veel bij politie, als je daar boven clinics. Ja, en, een paar keer de politie gedaan. En, Defensie? Nee, Defensie niet. Nee, Defensie ben ik niet geweest. The fuck is mis met die lui? Ik heb wel toen een tijd lang meegedaan in de House of Pain. Ja. Dat hebben we wel eens meegedaan, ja. Maar dat is allemaal aan banden. Kun je even uitleggen, The House of Pain? The House of Pain wil eigenlijk zeggen. Het is een mentale training. Een mentale training, eigenlijk worden de soldaten, die krijgen een opdracht en tijdens die opdracht lopen zij in een val, laat me zeggen. Ze krijgen handschoenen aan en ze moeten dan knokken met iemand die iets sterker is dan zij. En dan is eigenlijk de vraag, hoe gaan zij daarmee om? Ja, dat heb ik regelmatig voor het korps commandotroepen gedaan, voor luchtmobiel vaak gedaan, veel gedaan. Heb je wel eens gehad dat je in een House of Pain stond en dat de ene zo goed vocht dat je dacht, hey, oh. Deze dude, moeten we een contractje aanbieden? Of, ja, zeker. Nee, wat wel grappig is om te zien, is het de manier van, we hebben wel eens een keer gehad van iemand, hè, die werd gewaarschuwd van, nou, die jongen heeft heel hoog niveau gevochten, die heeft wedstrijden gedaan. Dat we echt dachten van, oké, we moeten de scherp... Ja, we kennen er wel een paar. Die zijn allebei heel lang. Volle bak erin. Maar dan waren we in één keer bezig. En dan sloeg die jongen zich zo dik. Want dat is natuurlijk... Je kan het niet vergelijken als een gevecht op een mat of een ring. Of waar die in staat. En je staat dan in één keer te knokken. Dus zo'n jongen klapte helemaal dicht. En dan was het wel eens wel dat het... het gastje die ze eigenlijk al wel verwacht... Die nooit zo ver zou komen. En die ken niks. Daar moest je het hartje mee aan de bak. Weet je wel. Dus je kon dat nooit inschatten. En dat was eigenlijk ook, daarom wouden ze ook altijd getrainde vechters hebben.
Maar je moet kunnen inschatten om... Kijk, het was niet zomaar even dom, we gaan iemand in elkaar trappen, want dat is lekker makkelijk, dat kan iedereen. Nee, het gaat om de bereidheid om te door te gaan. En je wil net iets beter zijn dan die ander. Dus ja, als die iemand helemaal niks kan, ja, dan heeft het geen zin om volle bak te gaan. Nee, dan moet je een klein beetje doen, hem ook wel kansen geven. Ja, kan die toevallig wel heel goed, ja, dan moet je ook om kunnen schakelen en zelf nog beter knokken. En daar, dat is voornamelijk de interactie, hetgene wat je moet kunnen doen op zo'n moment. Ook wel eens gasten gehad die compleet doorflipten, Lou, they lost it, man. Nou, niet compleet doorflipten, maar we hebben één keer, en dat was ook een van de sterkste groepen die ze hadden gehad bij Luchtmobiel, dat waren allemaal ja, echt tijgers, echt knokkers. En niet alleen in de House of Pain, maar ook in de opleiding zelf spraken we later mee. Het was gewoon een hele sterke groep en daar moesten we gewoon allemaal echt aan de bak. En allemaal gingen ze stuk voor stuk gingen ze eraan. Beetje wat wij hadden in ons peloton. Want dat was een beetje ook een knokpeloton. Ja. Want ik heb het extra weggelaten, want die avond loopt totaal anders af eigenlijk. Dat begint leuk met die pop. Maar dat eindigt in een massale vechtpartij natuurlijk, waarbij wij allemaal winnen. Nee, maar goed. Hoe heet het? Ja. Dat, in ons peloton toen de tijd had je toch gewoon... Michiel Luit, Barry Gispers, waren allemaal toch wel sterk. Pim Hoevenaars, die kon heel goed vechten. Ja, was het geloof dat hij nu in de beveiliging werkt. Ja, wij niet alleen knokken in de vorm van knokken, maar ook knokken in de vorm van hetgene iets voor elkaar krijgen. Juist, wij waren er voor elkaar. Wij hielpen elkaar, we waren hard voor elkaar. Luc was hard, jongen, voor mij ook. Toen ik net erbij kwam, Lucie Jansen. Ik ben natuurlijk wel een beetje kerkter, maar Luc had het bij mij snel door. Dat was gewoon, dit kun je doen, dit kun je niet doen. En als jij gewoon je best doet, heb je geen probleem. Ja, precies. Die was corporaal, jongen. Toen de tijd, corporaals waren gewoon nog in charge daar, hè. Als Sarge niet was, luister je gewoon naar de fucking corporaal. En onze corporaals sloegen je. Michel de Boer. Ja, die sloegen gewoon nog. Maar what the fuck, Ken je Michel de Boer nog? Even goed denken, ik weet niet. Die blonde, die lange. Vast wel, als ik... Ja, jongen, die moet je kennen, jongen. Zat hij dan in het peloton? Ja, jongen. Ja, ik weet het. Jij weet wel, die lange. Die gek zag er zo lief uit. Hè. Ik denk, en ik kwam er beneden. Hey, niemand praat tegen je. Niemand zegt wat van je. Ik denk, hij ziet er wel tof uit. Misschien kan ik met hem een beetje vriendjes worden of zo. Gek, begin me even af te zeiken. Waar ben ik in beland, jongen? Nou, dat was gruwelijk, jongen. Dat kon je niet voorstellen. Maar je was gewoon... Kijk, je kwam er binnen als tieners. Hè. Je dacht dan, je had net je rode breitje. Je vindt jezelf heel wat. Ik ben je heel wat. Dan kom je even zo'n peloton in. Nou, zoals mijn Ewout Stoffen. Die zat bij mij op de kastenkamer. En die komt binnen, dus ik... hoi, ik ben Dion, ik ga me even voorstellen. Ik loop zo weg. Dag later, we sport. Geen die schoffen, stoffen. Wat moeten we aantrekken voor sportkleding? Liep die weg. En dan stoor je gewoon, wat moet je doen dan? Ja, een beetje maar kijken, en dat is zo apart. Had ik ook, jongen. Hetzelfde met diegene dierstas. Ik zie jou de grond lopen als indiaan. In je tijgervelletje en zo'n klein pijlenboogje. In die pendek. Oh man, in die pendek. Ja, dat is echt... Toen was het allemaal gewoon nog een geregisseerde test. Je moet niet denken dat werd ook georganiseerd. Dat werd door de corporaals, werd die afgenomen. Nieuwe mensen binnen. En die gingen dan, die werden getest. En die moesten aantal... Juist, ontgroening. Alleen gericht. Je moest alles van de eenheid weten. Daar werd je over ondervraagd. Wist je bepaalde antwoorden niet? Kreeg je of fysieke straf, mocht kiezen. Of je moest drinken. Uiteindelijk werd er heel veel gedronken. Maar daarna, jongens, moesten gewoon allemaal naar bed. Corporaals moesten toezien. Voor de nieuwe grenadiers, die kregen dan hun grenadiers-embleem, die werden gewoon daarna netjes in bedje gelegd. Ja. Dat was, zeg maar, beheerst een je werd afgezekerd tot toen de Max ontgroening. Ik zie jou nog rondjes draaien om een paal, een soort helmrace. Moest je doen. En moest je daarna juist, schieten. Werd iemand vastgebonden om een paal, en jullie in die cowboys en indiaantje. Fucking professioneel MMA-vechter. Die rent daar rond als een... Indiaan met een klein pijlenboog. Moet je schieten dan. Hou op. Mooi was dat. Kan je nog herinneren dat
de op die kazerne, de Kamp Koningsweg Noord, Schaarsbergen. Had je, dat was de oude luchtmachtkazerne, toch? Ja, de Letz, ja. En daar zat het 11e bataljon. En het 12e zat op de Oranje kazerne. En het 13e bataljon zat in Assen. Ja. Maar die grenadiers en jagers, dat was wel één bataljon. Maar dat was altijd onderling strijd. Dat zie je nou nog. Ik zie nou nog op jouw Facebook. Super grappig. Allee, Chas. En jij gelijk eronderaan. Eronder grenadiers vooraan, weet je. Dat is een beetje die strijd. Die leuke strijd. En op een gegeven moment zie je gewoon. Gewoon met ontgroening moesten die grenadiers moesten ze. Hadden we dat afgesproken met de jagers, weet je? We hebben een ontgroening, we sturen die lui bij jullie naar binnen. Ja. En die jagers stonden klaar met de brandslang. Met brandslang. Ja, heerlijk, jongen. We moesten ze het grenadiersteken laten zien. Ja. Wij willen grenadier worden! Hop, hop, allee, Sjaas! Oh man, hé, ja, mooie tijden waren dat. En toch waren we, omdat denk ik. Zo kwam het op mij over, waren we mooi één bataljon. Nou, het is al moeilijk om je al in de eenheid, zeker een luchtmobiele eenheid, dus best wel vaak leven ze op eilandjes. Weet je, peloton, dat peloton doet dat peloton doet dat. Maar bij de Koningscompagnie had ik toch vaak wel, die voelde zich, dat was één Koningscompagnie, maar het bataljon zelfs, uiteindelijk als je ergens groot op oefening ging. Ik denk dat het ook kwam omdat je op kamps op de KKN zat. Juist, dat was heel klein. Alles wat er ook gebeurde, bleef daar op die kazerne. Ja. Dat was wel geweldig. Ja man, ken jij... Oh, ik moet die vent vinden. Ken je hem nog? Jack Huis. Ja, Jack. Godverdomme, echt een Westlander kassenbouwer. Ja. Helemaal altijd zuipen. Ik zweer het, dus dat was met een maat. helemaal onder de tattoos. Ja. Maar die waren gewoon, dat leek je net stickers, weet je. Wat die dronken Britten wel eens doen, toch? Voetbalwedstrijd, we zijn in Amsterdam, let's get a tattoo. Weet je, sticker erop. zo'n meerminnetje met zo'n beetje. Weet ik veel, maar zo zat hij helemaal onder. En die vent, die moet ik gewoon vinden. Als die dronken was, zat hij gewoon met iemand in de kast te zeiken. Dat soort dingen. We hebben hem een keer uit bed getrokken. Hè? Lacht hij nog erin. Hij zei, Jack, kom snel eruit. We hebben appel. Nee, dat kan, ik moet eerst koffie hebben. Gewoon zo'n klein klapkutje. Het vouwmokje. Ging niet snel naar de toilet. Van die oploskoffie. Hij deed wel normale schep. Hij maakte de Robin koffie van. Ik zweer het, hè. Toen kwam hij pas op mijn vel. Sowieso vaak gelachen. Dat weet jij nog die oefeningen in Noorwegen? Ja, wacht. Nou nee. Gaan we helemaal los. Dit gaat een lange podcast worden. Jawel. Kapitein, ken je hem van de Tweel Tweety? Ja. Die fucking nutcrack, jongen. Die kwam binnen. En die ging wel eventjes helemaal een sporteenheid van ons maken. Kun je dat nog? En toen, ik weet niet wat hij toen deed. Luister. Die guy... Die, ik weet niet wat er toen was, Zumba of wat dan ook. Maar ja, fucking hell. Met die radio. Dat is een boombox. Maar we pakten al was dat ding van mij. Nou, geef me dat fucking ding, hè. Hey, dit is geen... Ja, nee, luister al. Is het waar of niet, man? Deze van kapitein, hè. Hup, zo, sporten met die mannen. Moest je allemaal die yoga dingen doen. Dat ging helemaal nergens over. Nee, dat ging ook nergens over. Toen liet hij een keer zo'n meisje. Dat was volgens mij een poetsvrouw. Wacht even, deze tijden. Een interieurverzorgster, ja. En die deed ook Zumba of van die crossfit lessen. En toen stonden we met het hele bataljon, geloof ik, kreeg les van haar. Van het hele bataljon, hè. En toen ging ze, ja... Omdraaien, iedereen zo, oefeningen. Ja, je weet hoe dat wat commentaar dan allemaal wordt gegeven bij Defensie. Maar weet je nog dat we hem ook van die wapenexercitie kregen? Van de Tweel. En dan moesten we, ik zweer het jongen, ik verzin het niet. Moesten we zo'n bugs waar ze gaan. We moesten zo'n bugs neerleggen. Eroverheen jongens. Zoals je fucking 's ochtends bij Max TV gewoon die oudjes ziet. Nederland in beweging. Ja, Nederland in beweging, weet je. Zo van, ja, kom maar door. En links, en rechts, en knie erbij, en wop. Ik denk, maar hij was ook niet lang daar. Nee, Captain Sobel werd staan ontslagen. Oh. Of in ieder geval weg. Ja, dat was wel een van de dingen die Kenny kent.
Hij op donderdagavond was dan de avondje zuipen. Hè, en de korenmarkt ging helemaal tot los. Maar hadden ze op vrijdagochtend hadden ze een bataljonsloop gedaan. Buiten die dingen. Buiten dat kamp. Was ongeveer 3 kilometer. Dan was dan een soort... Dat je niet helemaal nog je kapot sloopt. Want je wist de volgende dag moest je lopen. En als je in ieder geval... Dan kon je een beetje bijkomen. En we lopen en ik moest mijn veten strikken of weet ik veel wat. Dus ik word iets verlaten, ik word erbij. En ik zie Kenny en nog iemand. Het ashok in. Laten we de hokken we door. En die lopen weg. En ik zie zo. Kunnen ze terug, kunnen ze een uurtje beuren. Ja, jongen. Dat soort dingen was altijd mooi, man. Ja, de tussenuit sneaken. De tussenuit sneaken. Oprot, ik kom net de kroeg uitgerold. Hij niet hardlopen. Mensen die de kroeg uitkomen, die gaan slapen. Ja. Maar er waren veel, jongen. Precies langs die dingen, bij die deur die stond altijd open. Het was precies één gebouw en dan stond die deur open. Dus ik heb een paar uur luisterd erin gaan wachten. Maar als je eenmaal wegliep, werd je niet meer geteld of had je niet meer gecontroleerd. Nee, als je dat punt voorbij was, kon je dat dan kon je gewoon doen. En dan keek je wel eens over de schouders om. Dan zag je heel sneaky weggaan. Ik snap ook wel dat ze van me af willen. Ik heb gekke shit, jongen, gedaan. Weet je, met jouw vader. Weet je, ken je dat verhaal van mij met die fucking auto op het sportveld? Ja, die achtjes om die op de rugbyveld. Ja, ik heb toch rijontzegging gehad en ja, moest praten man. En zo. Oh, hou op. En dronken bij donuts gereden. Donuts op het rugbyveld. Oh, met zijn vader, nou let op. Nee, hoor. Ja. Wie is jouw vader dan? Dave Vlasveld. Dave. Ken je niet, want zijn bijnaam was Willem de Zwijger. Dus ja, die was dan denk ik er al... Ook Motieren. Ja, Motieren. Ja, Motieren. Was mijn neef. We waren altijd samen. Dus ook toen we achtjes gingen draaien. Wat was nou? Ja. Ik had net mijn rijbewijs. Zo'n wit golfje 1. Weet je nog? En op de kazerne, daar is een bar. En dat is 150 meter lopen. En we pakken de auto om naar de bar te gaan. En ja, we dachten eenmaal kachelgrots, beugels... Ja, serieus. Ah joh, dat kleine stukje, weet je, anders zien ze mijn auto weer bij de bar staan. 'S Ochtends vroeg, weet je. Ja, dan gaan ze ook wel zeggen, gans week weer in de bar gezeten. Dus terugrijden. Ik denk, ah ja, op de kazerne maakt dat allemaal niet uit. En ik weet niet waarom. En we rijden, je moet dan om het sportveld of zo. En ik zeg tegen mijn neefje, ja. Ik zeg, ja, ik weet gewoon zeker dat ik een doelpunt kan scoren met mijn auto. Ja, oh, ja. Hij zegt wel, dat kan jij helemaal niet. Ik zeg, wat, jongen? Daar ging ik, jongen, en op een handremmetje aan draaien. Toen ging hij zo die goal in. Yeah! Dus ik vond het natuurlijk, het was gewoon per ongeluk gelukt. Toen nog een paar akjes draaien. En op een gegeven moment, we hadden lol natuurlijk. En dat was net in die tijd dat de civiele wacht... Ja. Kwam. En we willen net van het veld afrijden. Zo'n zaklamp. Nee. Weet je. Ja, toen nog zo. Ja. Wat zijn we aan het doen? En ik weet niet wat voor een van de kontverhaal. En die één vent zegt, oké, nou dan rij maar. Ik zeg, ja, ik ben per ongeluk het gras opgereden, weet je. Ja, je moet naar het was fonkel. Ik ben per ongeluk het gras opgereden en ja, het spijt me heel erg. En die andere gast, nee, die twee, die hebben gezopen. Ik wil toch, je moet gewoon de Marche C bellen. Kut. Nou, blazen. Heel veel. Auto moest ik laten staan. En toen gingen we naar het bureau. Mijn neef, zijn vader, Willem de Zwijger. Praat nooit, zeg niks, heeft gedronken, gaat wijs doen. In het Kmarbusje gingen we dus naar het Kmarbureau in Arnhem. En die Kmar, die reed, Marche C, die reed door het rood. Je vader, mijn neef. Hey! Ja, op fucking Limburg. Jullie mogen zeker wel door het rood rijden. Het slaat toch helemaal nergens op, hé.
En ik zei, shut the fuck up, kom op nou man, het gaat, ik ga mijn rijbewijs kwijtraken, ik weet het zeker. Ze was dan weer helemaal aan het janken, ik ga mijn rijbewijs en ze gaan me ontslaan. En toen kwamen we op, dus serieus, en toen bleef die doorgaan. Die vent van de Kmar, stoppen, pop, draait, loop maar terug. Je hebt toch niet gereden, hup. Oké, hou je nou je mond dicht, hup. Oké, prima, gingen we naar het bureau. Wat doet die lul daar? Kregen we de koffie, super netjes. Zie ik hem gewoon dat lepeltje, kijk hij me zo aan. Aandenken van deze avond. Ik denk dat... Ja, waarom? Ik denk dat hij dan nog in. Moest ik daar blazen op dat apparaat? Oké, okay, werden wel teruggebracht naar kazerne. Weet ik niet meer helemaal zeker. En ik dacht, want het was donderdag en vrijdag, bataljonsveldloop. En ik denk... En ik mocht niet rijden, hè. En ik denk, dat gaat mij niet gebeuren. Dat hele bataljon rent en daar een witte golf ziet staan met allemaal groen aan de zijkant. Allemaal achtjes op het veld. Die achtjes kan ik niks aan doen, weet je. Maar die golf die gaat dan niet. Want iedereen weet van wie die fucking witte golf is. Dus ik heb die auto gewoon nog weggereden daar toen. Ja, fuck it. Gewoon naar rijden. Als ze me toen... Nou, dan was ik hem echt kwijtgeraakt. Ik weet wel dat je echt een douw hebt gehad. Ja, weet je wat er gebeurde? Je moest geloof ik ook in zo'n alcoholverslaafding... Nee, dat hoefde niet. Ik moest... Nee, daarna pas gekomen. En hadden ze dat maar gedaan, was ik misschien nu nog... Hadden ze me niet willen ontslaan. Nee, maar ik had... dus ik zet die auto weg. Ik kreeg 1000 gulden boete. Die hebben toch wat met mij meegemaakt. En het was een super toffe app van Lieshout. Was toen de CSM. Ja. Kopische Jean-Major. Die had niks van de baas had die man. Die had gewoon alles zijn eigen kleding. Toen al. Gewoon en die... want ze wilden mij laten opdraaien voor het hele sportveld. Want het viel dan mee, die achtjes. Ze hadden daar hook-on, hook-off teams laten werken voor de helikopters. Als je ladingen onder Chinooks of onder Chinooks houdt. Dat veld hadden ze daarvoor gebruikt. En daar waren dus ook voertuigen opgereden en alles. En daar wilden ze mij voor laten opdraaien. En toen zei Lieshout, vond ik echt top, dat gaat niet gebeuren. Ja. Ja. Maar dat was, anders had je dan een hele... Ja. Ja, zonder niets voorbij. Ik ben wel een keer, hebben ze me... dat was op een oefening en daar kon ik gewoon echt niks aan doen. Ik was met een meid mee naar huis gegaan. En we zitten in die meter of die tram. En ik zei, die woonde dus niet in de buurt. Dus het was fucking bijna 300 kilometer ging ik. Maar dit is gewoon zeg maar van Limburg naar fucking Groningen. Weet je, zo ver. We waren op oefening. En dus ik wilde de dag daarna terug. Was ik al 300 mark, toen nog marken kwijt in Duitsland, aan de terugreis. En ik was 5 kilometer van de base. En mind you, we hoefden pas om 1 uur 's middags binnen te zijn. Hè? Ja. 1 uur 's middags, dat kon toen nog allemaal. En ik ben bij een kazerne, ik zeg, ik weet niet meer waar ik ben. Toen had je nog geen telefoon en navigatie. Dus ik ga naar een of andere wachthokje, bij een kazerne daar. Ik zeg, ik moet hier en hier zijn, op het briefje wat je dan meekrijgt als je gaat stappen. Ja, ja. Hij zegt, ja, dat is 5 kilometer verder, wij kunnen jou niet helpen. Nou, ik via daar op dat wachthokje, daar stond ook het telefoonnummer op, gebeld naar de kazerne. Van luister, ik ben nu hier. Het was 12 of 12:30. Ik kon gewoon op tijd zijn, zeg maar. Maar ik heb geen geld meer om verder te gaan. En die kerel, oké, dan word je nu opgepikt. En de kerel die mij moest ophalen, die vond het niet. Hoe heette die? Maakt niet uit. Had de weer, hoe weer, ik weet niet. Ja, en daardoor, we komen te laat, zeg maar. En ook weer zoiets. En toen zag wel het hele... Dat is zo kut. Dus iedereen appel wordt afgenomen. Dat is ook nog net zo. En dan iedereen... Ah, Gelswijk. Weet je? Kut. Ah, wel geneukt. Was het een minuut waard? 300 kilometer voor een minuut. Wel een effectieve. We hebben wat meegemaakt, hè. Wow. Weet je wat wel de mentaliteit altijd was? En dat vond ik wel tof. Ja, er was zuipen en er werd gekheid uitgehaald. Maar als je er moest staan, stonden we toch. En het was altijd work before play. En wij werkten hard, maar we speelden ook hard. En en ik denk daar komt dan ook die mentaliteit ook een beetje vandaan, weet je. Want je vertelde net wel, ja, dat verstopte voor de bataljonsveldroop. Dat was één keer misschien. Maar wat meestal toch wel gebeurt, is dat jongens gewoon, of je nou gezopen hebt of niet,
Je bent er. Ja, ja. Je staat er. Je ja, staat op okay. appel. En dat was die bataljon, dat was ook een beetje geoude hoer, weet je ja. wel. Maar als het echt moest, weet je wel, als het beoefend, dan had je er gewoon gestaan. Dan had je je spullen pakken, dan had je ook staan. Maar kijk, je zou niemand in de steek laten. Dat was het meer. Kijk, met die bataljons veldlopen, ja, boeien daar dan even niet mee of zo. Maar dat was ook weer een grap dat je niet gepakt werd of zo. Nee, precies. Maar inderdaad, wel het idee van, ja, weet je wel, als je iemand in de steek zou laten, dan zou je dat niet doen. Want dan zou je meegaan. En ja, dat was inderdaad, ook al had je gezopen, voelde je beroerd. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit ziek ben geweest. Nee, ik kan me dat ook niet herinneren. Zo altijd, of op oefening, weet je wel. Of, want dan liet je iemand van de oefening in de steek, weet je. Nee, dat was hem. Je helpt elkaar. Door met alles. Ja. Ja, dat was echt. Ik kan me ook nog herinneren van Luc Jansen. Als je dat soort dingen, dat pikte hij niet. Dus ja. Verstoppen met een bataljons veldlopen of dingen. Die kregen ze gewoon erlangs. Ik weet nog, ja. Ik ben wel de eerste oefening met Luc. Zag ik met Luc in. Met Luc zaten we in een was in Noorwegen. Was in zo'n klein. In zo'n klein tentje en dan zat daar zo'n kachel in. En Luc zegt zo: Luc, het kan je koud worden, we moeten stoken. Fucking Luc, het is 20 graden hier. Niks ervan. Stoken. Nou, jongen, die gooide s'nachts die blokken erop, jongen. Nou, fik er, jongen. Dat was geloof ik wel 40 graden, jongen. En Jimmy en ik hielden die meer. Hij lag. Hij had al van die geintjes. Ja, maar wij waren nog nieuw. We kwamen net kijken. Tegen Luc ging je niet in, weet je wel. Nee. Die was niet groot, hoor. En die hij gooide maar dingen erop. Ja. En wij zweten aan doen. Jimmy, heb je het ook zo warm? Zeg jij er wat van? Dan zegt hij tegen mij. Zegt Jimmy. Ja, Luc mag die. Nee, stoken! Stil. Luc is helemaal ballistisch tegen mij gegaan in Noorwegen. Maar we hadden twee Lucs, twee Luc Janssens. Janssen S ja. en Janssen Z. L.E.J. Die kleine blonde. Ja. Van de Charlie Groep. Ja, dat kleine die kwam uit Nijmegen, geloof, uit Wiegen. Ja, dat was L.E.J. Nee, ja, ik had het over die andere van... Janssen, van drie, we hadden er drie, ja. Drie, ja, maar de Carlo ook. Carlo, ja. Carlo kwam ook, maar die kwam ook uit Nijmegen. Nee, die kwam in Huissen, ja. Huissen, ja. Hallo, hey. Mooi ja, mooie kerel, je. Jongen. Ja. Ik heb nog wel eens gezien. Ja. Zoek eens dat filmpje op van mij dat jij mij per ongeluk hebt gevonden op internet. Met jawel, op YouTube, met Koninginnedag. Of is er, ik weet het niet, of die met een défilé. Die is ver, man. Die is ver in YouTube. Oké, dat maakt niet uit. Wij praten wel. Luc, helemaal ballistisch dus tegen mij, ja. Hè. Dus, maar wat was nou? Weet je nog dat we in Noorwegen, dat die Noren, die hadden een soort van cross training of wat. En dan, wij lieten iets zien wat wij in onze infanteriegroep hadden. En zij lieten een genie liet wat van hun zien. Dat was de ene keer die ze stotteren zeker. Juist. Oh, nee, dat was erg. Maar dat was gruwelijk, jongen. Dat kon echt niet. Nee. Maar wat was nou? Ja, die stotterde heel erg. Ja. Weet je het nog? En ik zat daar, we hadden net die nieuwe jassen gekregen. Weet je nog? Die met die capuchon. Met die capuchon en ik ben iemand, als iemand gaat lachen of iemand zijn schouders gaat al, dan trek ik het al niet meer mee. Ja, dan moet ik graag stuk. Ah, maar dat was echt snel, jongen. Ik vond het zo zielig voor die gozer. Ja. Wat gebeurt? Dus we zitten daar allemaal. En die Noren hadden juist, omdat die hadden nog dienstplicht. En juist omdat om hem te motiveren en dat hij gewoon moet praten, lieten ze hem dat gesprekje doen, weet je nog? Ja, en toen stond hij gewoon. Ze spreken. Juist. Can I? Toen begonnen de twee te lachen. Ja, dat was echt. Op een gegeven moment werd hij ook overgenomen. Ja. Dat kwam er gewoon niet meer uit. Nee, en toen ging ik met mijn capuchon zo wachten. Dan komt ze. Dus ik ging me streken, ik wist niet meer wat ik had, ik voelde me ook rot, hè. Nou, let op. Dus Luc flipt helemaal uit. Jullie fucking, dat kun je niet maken, die jongen zit hier zo verhaal te doen. En jullie gaan echt nu je excuses aanbieden. Ja, natuurlijk gaan we dat doen, weet je. Dus we gaan naar die gast toe. Zeggen, hey listen man, we are very sorry, this was not our intention. Really, your story was great. En dan die gast zo, no, problem. Ik ben weggerend. En Luc is het gelukt. Ik zo, ja. Dat is goed. Kijk, volgens mij zie je Carlo hier nog lopen.
Mijn neefje kwam mij toevallig tegen. Maar misschien jou ook, Dion. Misschien jou ook. 2000. Nee, Wageningen, daar ben ik niet bij geweest. Nee? Nee. Dat is Brakert zelfs nog. Kijk, Corné. Oh, Brakert hier mooi gehad. Ik had gehoord dat hij een hersenbloeding of zo heeft gehad. Kijk, dat is Carlo. Ja, Carlo. Dat ben ik. Kampert. Dat is Luiten. Welke is Carlo? Die middelste. Ja, die middelste daar. Ja. Carlo. Ja, misschien zou ik... Hey, Jurrit. Jurrit, ja. Oh, wat hebben we daarmee gelachen met Jurrit, hè? Die is gek, hè? Oh, man. Dat peloton, ik nu nog. We hebben een reunietje gehad, hè? Vanessa had dat geregeld, Erik. Erik is ook op de podcast geweest, hè? En dat is gewoon zo'n bijzondere tijd geweest. Niet eens hebben ze een missie met elkaar gedaan, maar hoe wij met elkaar... Dat was op het juiste moment, de juiste plek, de juiste karakters, ja, samen. Ik kwam er net bij, weet je. Ik kan niks te vertellen en we komen de kazerne opgereden, ja, en ik zit nog bij, groen als gras, ik durf niks te zeggen, erbij. En dan had je Daoudi. Daoudi, oh die ja had, die zeker. Had het gestolen of zo, weet ik veel wat. En als je de kazerne opkomt, moet je je hoofdberet op. Of je moet je beret op. Dan moet je je hoofddeksel op, juist. Je beret op. Ja. En die gozer die rijdt, die komen er, ja, mijn beretten op. En ik weet niet meer wie, en misschien weet jij nog wel, iemand die pakt zo zijn beret van Daoudi af. Huppa, een week in het veld, trekt zijn broek los. Huppa, zo die kaasrand zo in de binnenkant, van die beret op. Opzetten die beret! Ja, uiteindelijk is dat een mopje, ja. Hoor. Ja, goh, jongen. Je hebt shit. Maar hij had ook iets gevraagd. Maar die had nooit meer. Kwam die zonder bril en die had dingen gestolen. Ja, die is gestolen van onderling of zo. Hij was van oefening teruggegaan naar de kazerne. En toen op die kamer was blijkbaar iets gestolen. Later, weet je wat ze ook bij hem hebben gedaan? Nee. Hadden ze met een touw een jerrycan aan. Hadden ze aan zijn been vastgevonden. Ja. Toen hadden ze hem wakker gemaakt. Alarm. En toen begon hij te gaan op ploeg. Oh, dat soort kutgeintjes. Dat had Frank Mulder gedaan, dat was geweldig. Ja. Die touwen. Dat was ook een beest. Maar dan hadden we die schoenen hadden we niet aan elkaar gemaakt, maar net zo'n stukje, ja, dat hij wel die stap. Alarm, we moeten eruit! Oh man. Alle streken waren dat altijd geweldig. Ja, dat was gewoon gruwelijk. Wat een super mooie tijd, jongen. Ja. Ik vergeet nog, kun je dat nog herinneren? Dat... Toen Zelen werd toen, genees Zelen werd toen pelotons, OPC. OPC, ja. En Beumer was toen PC en we waren het even, we hadden het gehad, we waren poppetjes en naar onze mening werden wij niet als mens behandeld, weet je. Gewoon, het kader was te grof en dat was ook gewoon zo, weet je. We waren gewoon, ze waren gewoon aan het kutten tegen ons. En we konden niks goed doen. Weet je, en Celen was ook een monster, jongen. Dat die deed gewoon letterlijk tegen een heel peloton, de Jedi Mind Trick. Gewoon, die ging op een gegeven moment, kun je dat niet meer herinneren, ook in de ashokken. Ja. Toen waren we echt ons ongenoegen aan het spuien. Ja. En nu zijn we het zat. En toen ging Celen, jullie moeten eens luisteren. Weet je, zo'n kruikenzeiger, zo'n Tilburger is dat, hè. En die draaide dat zo, dat iedereen zat er op een gegeven moment... Nadat die man 5 minuten gesproken hadden van... Ja, we zijn gewoon echt slecht. Gewoon kut, weet je. En toen liepen we naar buiten. Ik zweer het, jongen. Toen keken we elkaar aan. En Jurrit de Vries was de eerste die zei van... Nee. Dit klopt niet, lui. Dit moet je niet in trappen. Nee, we hebben over ons heen laten lopen. We zijn ingetuind. Oh, prachtig. Wat een gastheid. Het is gewoon, het is al op één persoon een Jedi Mind Trick. Maar een heel peloton. Jullie zijn slecht. Oké, wij zijn slecht. Jullie moeten beter je best doen. Oké, wij gaan beter ons best doen. Die man was al bang als je een VRA'tje had. Ook de Gouvaia nog, weet je wel. Oh man. Die was weg. Dan moesten we 8 kilometer speedmarsen of zo, weet je wel. En dan kwamen we voor de dingen. Oh, en hij was bezig voor commandoopleiding of zo, hè. Vierdaagse heeft... Nee, daar hebben we het samen. Maar toen die tijd was hij... Nou, we 8 kilometer speedmars gehad of zo. Nou, dit was dan een warm-up. We doen het nog een keer.
Maar we hebben toch net gedaan. Ja, ah ja, we moeten anders doen. Ja, en, ja, dat soort dingen had hij altijd. Ja, en niemand die zei, ja, jij wil naar de commando's, wij niet. Gewoon meelopen. Ja. Dan had hij een stukje of zo. Nee, kunnen we marsen. Ja, we gaan 15 kilometer marsen of zo, noem maar wat. Dan waren we halverwege. Hij zegt zo, laat maar terug gaan rennen. Ja, ja maar terug, we zijn toch om te marsen. Maar niemand ging er ook eindelijk op in, weet je. Okay. Ja, maar hij vond het ook nodig om te gaan rennen. Ja, oh, en begon hij te rennen en iedereen rende maar mee. Ja, wat een domme ding. Oh man, ik heb een keer drie keer stom kunnen gedrag. Drie keer de luchtmobiele test, de vroeger nog de luchtmobiele test, in één week gedaan. Wat toch, een demo. Ja. En niet de demo opdelen en demonstratie. Ja. Niet de demonstratie opdelen en zeggen: jullie doen dit, jullie doen granaatwerpen, jullie doen de speedmars. Nee, maar de oude luchtmobiele test was 12 kilometer. 12 kilometer fucking speedmars, zeg. Ja, en omgehangen hindernisbaan. Oh ja, en touwhindernisbaan. Binnen een bepaalde tijd. En, ja. de meeste mensen haalden dat gewoon. Maar omdat een paar van die bureautijgers, van die dropkick bureau Murphys, ja, gewoon geen handgranaten konden gooien, ja, hebben ze dat bijvoorbeeld eruit gehaald, die handgranaten. Maar ja, we moesten dus een demonstratie doen, ja, zelf ons, de test bij ook. Bij ons durfde je het ook gewoon niet te halen, als je het niet haalde. Hey, dan had je een probleem. Kerel, ik zie er nog... Je weet je nog? Maar... En als je niet haalde, moest je rode beret en mocht je niet meer dragen. Niet meer inleveren, ja. En toen, ja, maar dat was niet eens zo erg. Dan kon je gewoon in je vrijdag na dingen met Doegevaille meelopen. Ja, ja, dus je zorgde wel dat je het aan het halen. Goef, jongen, die trok op Cyprus, trok die zo Dolman uit Pajero. Die hadden een woordenwisseling met die jongen, een soldaat. Gek voor schoot. En Goef, jongen, dat was echt een monster gewoon. Gewoon, wat? Oké, die hoeft echt als doel, maar zo te kijken, weet je. Oh man, en die trok zo door, man. Dus ik vergeet nooit meer. Doegevaille was echt zo'n Johnny Bravo. Die begon met 200 kilo bankdrukken. Ja, dat was een warming up. En dan een beest gestart. Ja. Die was zo... En moet je nagaan. Hè? Die jongen vertelt nu allemaal dat hij... sportbeest dingen. En toen gingen wij de vierdaagse lopen. Ja. En maar zijn voeten gingen zo erg naar de kloten. Commando. Nee, neem maar even. Ik maak er nou een grap over, hè. En die vierde dag... Zijn vellen lagen eraf, weet je wel. Het kon echt niet. Dat de man, die Lambemon, die was de kopische Jean-Mior, die leidde de vierdaagse, weet je. Dat was onze detachementscommandant. Mm. Hey, en die heeft echt op het begin ons hand laten houden. Even op een afstandje, die heeft Gouveia gewoon, dat was gewoon een goede keuze, eruit gehaald, ja, van zijn eigen poten. Want hij heeft die commandoopleiding, is die later moeten beginnen door die onzin, geloof ik. Ja, of hij is uitgevallen daardoor, in de eerste keer. En dat, die zei gewoon, lopen jullie maar door. Wij, ik loop wel op eigen tempo. Nee, je voeten zijn gewoon kapot, Goef. Ja, dan had ik gewoon iets met een kuit of zo. Alles zo, was kapot. Maar wij waren ook loempia's, jongen. Die vierdaagse. Ook had ik me ook eigenlijk niet voor opgegeven. Nee, want we ik was, wel zo. Ja, zo van... was echt zo'n momentje van... zijn er vrijwilligers voor de vierdaagse? En dan in één keer zo achter je voelen... Oh. Nee, het was ook... Het was sowieso... Ja, ik wil... Dus je moest een detachement hebben. Vrijwilligers voor de vierdaagse. Nou, daar krijg je een week vrij voor. Oké, okay. Ik heb door uren tekort. Ja. Nee, maar ze wilden ook heel graag weer eens grenadiers erin hebben, dat was het. Daar moesten ze een detachement hebben. Dat juist. We hebben natuurlijk samen gelopen. Ja. 14 man, hè. 14. En we hadden het vaantje kunnen winnen, maar wat hadden we nou op het einde gedaan? We hadden die wat is het, gladiolen? Die, hoe noemen ze het? Ja, zoiets, ja. Die gladiolen die je op het einde krijgt, ja, die hadden wij op onze rugzak gedaan of zo. En daardoor kregen we het niet. Kregen we het vaantje niet voor eenheid die het straks de mooiste erbij heeft gelopen? Nou, dat gevoel had ik helemaal niet. Dan iedereen gewoon aan die roze panters, jongen. Weet je nog, Bello? Bello, Goef, jij, ik. Oh, dat was ook een gezelschap, zeg. Ja. Bark, Van Dijk, Bill. Dat was wel mooi. Met die Duitsers. Die Duitsers hadden gewoon hun eigen opus meegenomen. Die hadden hun eigen muziek meegenomen. En... we hadden gegeten of zo en we lopen terug en dan staan die Duitsers stonden allemaal. Gewoon militaire Duitsers die ook meeliepen, maar die deden gewoon, ja, eigenlijk in de vrije tijd zaten ze alleen maar te zuipen. En dat was net zo'n Oktoberfest. Lange tafels, zitten, hijsen.
Dus wij staan zo te kijken. Kom erbij. Ja, oké, okay. Wij doen er wel eentje mee. Oh, kerel. Hey. Ik weet dat jij naar de kloten was. Oh, jongen, ik denk dat ik pas de laatste 5 kilometer weer nuchter was. Ja, jij hebt toen een hele zware dag gehad. Toen die tweede dag was het, geloof ik. Was jij dat of was Bill dat? Die had een blaar. En die prikte die door met zijn vork. Dat was Bill, volgens mij. Gewoon dat bestek op clip, weet je. Dat had hij gewoon bij. Maar we hadden standaard bepakt. En je moest 10 kilo bij hebben. Die bestek op clip, ik zie hem nog zitten. Zo. En weet je nog bij Lambemont dat we die laatste dag... Die kei erin hadden gegeven. Ja, is ook weer die teringselen, weet je. Selen, die hadden gewoon, bakstenen. Tegels in zijn rugtak. We hadden het gehaald. We hadden de medaille, we hadden het gehaald. Alleen de laatste... Defilé lopen. Loop je defilé. En dat hoefde eigenlijk niet, maar ja, het kon wel, weet je, dat was wel grappig. En dat was toch alleen maar feestende mensen. Maar hij zet zijn rugzak neer, maar hij moet de medailles halen. Zo ging het. Ja. En op het moment, wel grappig, hier, flikker een kei. Nou, gewoon zo'n kei van 10 kilo of zo. Gruwelijk. Gewoon, hij pakt hem op, zonder blik of blozen. Nee, niet bij. Wij allemaal zo'n momentje van. Motherfucker. Niks laten merken, ja. Nee. Ja, mooi man, heerlijk is dat. Mooi, ja. Ik blijf zeggen, de vierdaagse, dat was echt. Een van de mooiste momenten. Ik denk dat je als militair. Vind ik dat je die gelopen moet hebben. Ja, ja, ja. Dat, ook voor de band met al die gasten, dat was super. Ja, en we hadden ook gewoon daarna was gewoon respect. Oké, deze jongens hebben de vierdaagse gelopen. Dat zijn geen koekenbakkers. Heb je één keer gelopen, of niet? Ja, dat was ook. Dit doe je ook maar één keer. Je hebt twee keer gelopen. Wow. Ik heb wel nog even in die vibe gezeten van dit was het gaafste wat ik ooit heb gedaan. En dat wil ik nog een keer doen. Maar toen het dichterbij kwam, dan. Nee. Ik heb het ook al gezegd. Ik ga hem ooit nog een keer lopen. Maar wanneer heb je hem de tweede keer gelopen dan? Ja, een jaar daarvoor of een jaar daarna, denk ik. Als militair? Of? Als militair, ja. Toen was ik helemaal... toen was ik de gevaar, ja. Maar toen wel doorgelopen. Ik was van mijn voet was gewoon een blaar op een blaar op een blaar. Dat is niet normaal. Ik heb geloof 2 weken daarna niet kunnen lopen. Wij hebben een cruciale fout gemaakt de eerste dag met dat detachement. Ik weet niet of je het nog weet. Je voelt je nog goed. En om de 10 kilometer is er een militaire post. Ja, ja. En wat deden wij? Wij sloegen die eerste over. Oh nee, we voelen ons prima, we zijn net begonnen, 10 klikkies. Oké, zei Lommerman, prima, dan gaan we naar de volgende. Bij 20 kilometer ben je dus op de helft, want je loopt als militair 40, maar dat is ook niet helemaal waar, want je moet ook nog van Heumensoord naar de start, dus dat zijn grijze kilometers, je loopt er gewoon 45 ook zo, op een dag. En die liepen wij door. En dat heeft mij de eerste dag, dacht ik echt, ik ga uitvallen. Meteen, ik dacht dat het meteen gebroken was of zo. En op één moment, na de eerste dag, kom je ook ergens op een brug. En toen... Ineens was de pijn weg. En toen dacht ik, oké, nou gaan we het fixen. Ik heb ook maar één blaar gehad. Maar het was wel gelijk een bloedbaar. Ja. Goeie oude tijd. Ja, echt goede oude tijd, jongen. Ik zie jou nog binnenkomen, man. Ik zie jou nog binnenkomen. Ja, jongen onschuldig, hè. Ja. Zullen we hem afronden? Ja. Ja, man, we gaan hem pizza afronden. Eten. Ja, we gaan pizza halen. Happy Italy, jongen. Hey. Dankjewel. Engel. Mixed Martial Engel. We gaan eruit. Yes. Super, hartstikke.